Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleidersaanhetwoord.nl. Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag zul je vast en zeker wat nieuws gaan leren. Wat een hoop kennis, verhalen, ervaringen, enthousiasme en wijsheid heeft deze zorgprofessional in pacht. En wat wist zij dat mooi in anderhalf uur hapklaar te vertellen met veel praktische tips. Ik heb het over Alexandra Knijnenburg. Alexandra was een van de eerste lactatiekundigen in Nederland. En daarnaast is hij spreker, docent, natuurlijke kraamverzorgster en eigenaar van het Haags borstvoedingscentrum Vita Nova. Zij werkt al 40 jaar als kraamverzorgende, waarvan zij 13 jaar een eigen kraambureau heeft gerund. Zij is ook al 24 jaar als lactatiekundige werkzaam en zij was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, NVL, in 1993. Momenteel geeft zij les aan kraamverzorgenden, zorgverleners en ouders en geeft op diverse congressen en organisaties presentaties op het gebied van borstvoeding en ouderschap. In haar borstvoedingscentrum en winkel geeft zij ook diverse cursussen op het gebied van borstvoeding, slapen en dragen. Toen ik binnenkwam, gaf zij net een uitgebreid advies over een draagsysteem aan een moeder met een 1 maand oude baby. Kortom, dit interview is zeer de moeite waard en zij zou haar rijkdom aan kennis en ervaring openhartig met ons delen. Het was een genot om naar haar te luisteren en van te leren. Welkom allemaal, weer bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Alexandra Knijnenburg. En daar ben ik ontzettend blij mee, want ze is enorm ervaren op het gebied van lactatiekundige, wat ze al 24 jaar doet en 40 jaar kraamverzorgende. Dat heb je al heel wat ouders en moeders gezien. Welkom Alexandra. Dankjewel. Fijn dat we dit gesprek mogen doen. We zitten in jouw praktijk, Vita Nova in Den Haag. Het Haags borstvoedingscentrum. Ja, Haags borstvoedingscentrum, Vita Nova, inderdaad, om het volledig te zeggen. Ik zou graag willen beginnen met, waar is het begonnen? Dus je bent al zo lang bezig met dit onderwerp en je blijft geboeid en gepassioneerd erover. Waar is het begonnen? Nou, ik denk dat het echt begonnen is toen ik mijn eerste kind kreeg en mijn eigen borstvoeding mislukte, terwijl ik kraamverzorgende was. Toen dacht ik, dat kan het gewoon niet zo zijn. Toen ben ik bij de borstvoedingorganisatie LLL terechtgekomen. Mm-hmm. En wat ging er mis bij de borstvoeding? Mijn dochter kreeg gewoon te weinig en die werd gewoon niet wakker. En iedereen zei, je moet voeden op verzoek, lijkt me een goed idee. Maar dat is niet zo goed als je kindje maar 4 keer per dag komt. Want mijn dochter werd gewoon niet wakker. Heel veel aan het slapen. Ja, slapen. Dus we moesten haar wakker maken. Maar ja, voeden op verzoek, dat was prima. Ik had een foldertje gelezen waarin dat stond, dus dat ging ik ook doen. Ik had ook echt tegen mijn collega's gezegd toen ik zwanger was. Nou, maar bij mij gaat die borstvoeding wel lukken. Nou, niets was minder waar. Na 4 maanden was het echt één groot drama. Toen kwam ik bij de borstvoedingorganisatie LLL in Den Haag, bij Lida van Ruiven. En daar ging de wereld voor me open. Toen dacht ik echt van, is het zo? Nou, zoveel geleerd. Het derde, vierde en vijfde kind hebben ze... Ik ben vijfde, ik heb helemaal geen vijfde. Kleinkinderen. Mijn kleinkinderen, die krijgen van mij geen borstvoeding. Nee, mijn tweede, derde en vierde kind hebben zo lang borstvoeding gekregen als wat wij dat wilden. En toen kwam bij Lanetje de mogelijkheid om lactatiekundige te worden. Want ze gingen toen die opleiding opzetten en die ben ik toen gaan volgen. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus dat is hoe lang geleden? Dat is 25 jaar. Ze vieren vandaag, dit jaar 25 jaar lactatiekunde. Ja. Dus het is echt helemaal leuk. Mm-hmm. En voor kraamverzorgers of verzorgster, je heet het vroeger, tegenwoordig heet het kraamverzorgende. Maar goed, dat komt op hetzelfde neer. Waarom heb je voor dat beroep gekozen? Oh jeetje, ik weet dat ik al heel klein was, dat ik zei van, ik wil met moeders en baby's werken. En toen dacht ik nog van, ik ga naar... als zendelingen of zo, dat ik dacht als klein meisje. En uiteindelijk dacht ik, nee, ik word gewoon kraamverzorger. En dat ik heb eigenlijk nooit wat anders gedacht.
Dus, ja, en altijd ook ja, naar altijd, je hart geweest. Ja, altijd mijn moeders en baby's. Ja. Dat was mijn passie. En vroeger was het natuurlijk meer de baby's. Wat je wel natuurlijk vindt leuk als, hè, om de baby's. Dat vindt iedereen leuk. Totdat je er dus achter komt als je kraamverzorgende bent. Dat je denkt, ja, maar eigenlijk hoef ik helemaal niks met die baby. Het is eigenlijk belangrijker dat die moeder leert hoe ze met haar baby omgaat. En nou ja, toen gaandeweg steeds meer geleerd hoe belangrijk hechting is. En dat ook aan moeders overdragen. Van, goh, weet je, op een gegeven moment had ik dus vrij snel zelf al. Ik was 22 toen ik mijn dochter kreeg. Jonge moeder. En dat ik ontdekte van, ja, maar die baby hoort bij mij. En niet bij de kraamverzorgende of bij iemand anders, weet je. En nou, vooral mijn tweede kind is daar heel erg leidend in geweest. Die was een huilbaby en die wilde gewoon bij niemand anders dan bij zijn moeder. En ja, toen heeft Laletje liet me daar ontzettend veel in gesteund en geholpen. En op zoals, die manier ben ik dus, ja, zoals hem inderdaad leren in een draagdoek te dragen, bij hem te houden. Ik kon hem niet wegleggen. Als hij niet op mijn lijf ging, dan huilde hij. Dus ja, bedoel, dan hou je de baby bij je met draagdoeken. En ja, op die manier heb ik dan geleerd van dat als je de baby bij je houdt en aan de borst, dat kinderen dan gewoon ja, veel rustiger zijn. En ja, dan ga je op een gegeven moment lezen. Zoals bijvoorbeeld het boek van Tassin van Montagu. Dat is een, ja, ik geloof dat hij psycholoog is, ik weet het niet. Tassin van Montagu. Oké, okay, ja. En een heel interessant boek waar gewoon heel veel dingen in staan. Van allerlei onderzoeken met aapjes en draadaapjes. En waar aapjes dan hun comfort vandaan halen. En dat het dus niet om het eten gaat, maar echt om de nabijheid en het zachte. En nou ja, daar heb ik dus heel veel over gelezen. En toen dacht ik, aha, daar gaat het over. En dat wil ik ook aan moeders uitleggen. Moeders komen tegen dat hun kinderen zich niet gedragen zoals zij verwachten. Want, goh, de baby heeft gedronken. Nou, dan zou die daarna toch lekker moeten gaan slapen. En dan komt die baby na een uur weer. En dan zegt zo'n moeder, ja, maar dat kan toch niet? Het kan toch geen honger zijn? Nee, maar het is ook geen honger. Het is de nabijheid van jou. Een baby heeft 9 maanden in jouw buik gezeten. En ja, na 9 maanden heeft hij nog 9 maanden op je lijf nodig om zichzelf verder te ontwikkelen. En dat is totaal niet wat mensen verwachten in onze maatschappij. Mm-hmm. Ook de kangaroo care van dat wij tot, ja, zijn een zoogdier en behoren ja, tot de dragers. Dragelingen, ja. Ja, en dat zie je dus ook. Wij zijn 98% gelijk aan DNA aan apen. Mm-hmm. En iedereen vindt het logisch dat een aapje aan zijn moeder hangt. Op het moment dat er een bedje in een apenkooi zou staan en een moederaap dat die aapje in een bed zou bij allemaal kijken van, doet die moeder nou aap nou? Maar dat is wel wat wij doen. Mm-hmm. Dus onze baby's en biologie, die zijn gewoon geboren met het instinct van te overleven. En je kunt alleen maar overleven als iemand voor je zorgt. En als je apart ligt, dan word je te koud en de voedselbron is ver, want de samenstelling van de moedermelk is helemaal afgestemd op ons draagding. Dat betekent nabijheid. Er zit veel meer koolhydraten, veel meer suiker in, want onze hersenen moeten groeien. En dat is het grootst groeiende orgaan van het hele lijf in de eerste paar jaar. En dan zie je dus dat moeders, ja, die zijn gewend dat kinderen gewoon een flesje drinken en dan in bed gelegd worden en dan lekker slapen. En heel vroeger, en dan praat ik nog niet eens zo lang geleden hoor, 50, 60 jaren, lieten we de kinderen ook gewoon huilen. Want anders verwende je ze je gewoon. En nu blijkt uit onderzoek dat als kinderen bij een moeder mogen zijn en niet huilen, dat ze een veel betere breinontwikkeling hebben. Een baby wordt geboren met 25% van zijn brein. En in de eerste 3 jaar ontwikkelt hij die 75% erbij, dat hij net zo'n groot brein heeft als wij. Verder maken ze synapsen in die hersenen aan, verbindingen, waardoor ze beter van hun talenten gebruik kunnen maken. En dat gebeurt vele malen beter als baby's bij hun moeder zijn. Mm-hmm. Of in ieder geval bij een volwassene, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, je vertelde inderdaad onder andere over helpbaby's en dat je dat zelf ook hebt ervaren. En nou, wat ik als hoor in de omgeving, dat is enorm intens, ook voor jezelf. En om ja, ook nog te kunnen slapen, de energie te hebben en
Wat zou je kunnen meegeven voor ouders die dat nog... Wat ik inmiddels nu aan ouders leer, die bij mij op cursus komen, want ik geef uiteraard ook aanstaande oude cursus over borstvoeding, wat niet alleen maar over borstvoeding gaat, maar zeker ook over dit soort dingen, van hoe kun je nou gewoon aan voldoende slaap komen? Hoe kun je nou zorgen dat je toch een beetje uitgerust bent? En eigenlijk is dat, en dan zegt iedereen, oh, dat mag niet, want je mag niet met je kind slapen, want dat is gevaarlijk. En dan leer ik ouders op hun zij te gaan liggen in stabiele zijligging. Want waarom is de stabiele zijligging uitgevonden? Die is uitgevonden om te zorgen dat je niet naar de ene kant valt en niet naar de andere kant valt. Dus als jij in stabiele zijligging ligt als moeder, waardoor je dus gewoon stabiel ligt. Je legt een baby veilig neer naast zijn moeder, eventueel gesteund met een kussen erachter. En je gebruikt of een deken en je doet dat naar binnen. Dus niet naar buiten, want dan valt hij terug. Een dekbed en deken valt allemaal terug over de baby. Als je naar binnen valt, blijft hij door zijn eigen gewicht liggen. En op die manier kun je dus zorgen dat je wel voldoende slaap hebt. Want dat is heel grappig. Moedermelk, of nee, borstvoeding maakt hormonen aan. En die hormonen die zorgen ervoor dat je extra slaapt. En dan zegt iedereen ja, en je mag niet met je kind slapen als je slaaptabletten hebt genomen. Als je alcohol hebt gebruikt en dat soort dingen. Alleen... als je borstvoeding geeft, komt er een slaapverwekkend hormoon vrij. Dat is wat er gebeurt. Dus moeder natuur gaat ervan uit dat de moeder in slaap valt. En alle zorgverleners zeggen, dat mag niet, dat is gevaarlijk. Terwijl, wat dus heel veel gebeurt, is dat mensen gaan zitten. Nou, en ik heb het in privé situatie aan de hand gehad. De dochter van mijn vriend ging dus zittend voeden, want ze mocht niet liggend. Dus ze zat op wel een lager bed, maar een kussen eronder. En ze werd wakker van een huilende baby die op de grond gevallen was. Uit haar arm, op de grond, op het kussen. Het kussen van de geschoten af. Daarna die baby erachteraan. Alleen gelukkig op de rug. Als dit kindje op de buik gevallen was, had dat dus gewoon niet goed afgelopen. En dat is mijn grootste bezwaar voor alle mensen in de gezondheidszorg die werkzaam zijn. En die roepen, je mag niet samen slapen. Zeg ik, nee. Je moet de ouders leren dat... als ze onverhoopt in slaap vallen, dat die baby veilig ligt. Want ook zittend kun je in slaap vallen. Ik heb, jeetje mina, dat is echt lang geleden. Ja, dus ook dit boekje Slapen met je baby, wat daar ook daarin wordt uitgelegd, mocht de ouders er meer over willen weten. Ja, absoluut. Van James McKenna. Ja. Ik heb jaren geleden een workshop in het buitenland gevolgd. Dat is echt al... congres, en ik weet niet eens meer hoe lang geleden dat is. En daar was de voorzitter van de SIDS-vereniging van Wiegedoodvereniging van Engeland was er. En toen was daarop bekend dat alle zorgverleners verplicht, die met ouders en kinderen werken, verplicht moeten informeren aan ouders hoe zij veilig kunnen liggen met hun kind. Omdat op het moment dat ze daar hadden gezegd van nou... wij zeggen, ouders mogen niet slapen met hun kinderen, dat daar 20% meer ongelukken gebeurd zijn. Dus niet meer wiegedoodgevallen, maar meer ongelukken. Dat hoor je niet veel dan. Nee, maar daar wordt gewoon niks over gezegd. Helemaal niet. Ja, dus eigenlijk zeg je van, als je een help baby hebt, dan is het goed als je ook liggend voelt en liggend slaapt. En dat meer de vermoeidheid komt, omdat je... ja, een soort angst hebt dat er wat kan gebeuren. Bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk niet alleen met een huilbaby, dat heeft eigenlijk iedere moeder. Normaal verwachtingspatroon is dat kinderen, de ene baby doet het misschien 3 weken en de andere baby doet het misschien tot 9 maanden. Maar baby's worden geboren met een verkeerd dag- en nachtritme. Dus ze zijn overdag wakker, logisch, overdag slapen. Want in je zwangerschap loop jij lekker rond, dus die baby wordt de hele dag gewiegd. En 's avonds na het eten, dan staat de wereld stil. Dus heeft die baby zoiets van, oké, dat is leuk, mijn wereld staat stil. Dan zie je vaak dat kinderen 's nachts wakker worden. Nou, als ik jou 9 maanden 's nachts laat wakker zijn en overdag laat slapen, denk je dat je nog kan slapen overdag of 's nachts? Nee, dat kost tijd. Ja. Dus of je nou een huilbaby hebt of niet, als je baby komt gewoon vaak 's nachts. En dat is niet wat je verwacht. En als je dan ook nog een baby hebt die heel erg demanding is en echt bij je wil, heeft William Sears heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Mag ik dat even voor je te goed houden? Ja, dat boek, William Sears. William Sears, ja. Die heeft daar hele mooie boeken over geschreven.
En over, dus inderdaad, jouw noem je dat? Baby's die meer nodig hebben dan de gemiddelde baby. Mm-hmm. De Fussy Baby heet het boek. Hè? De Fussy Baby. Ja, en dat geeft dus aan van dat dat soort kinderen extra nabijheid nodig hebben. Mm-hmm. En is dat te verklaren bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk denk ik een lastige vraag hoor. Maar waarom het ene kind een heel veel helpt, andere zorgen heeft? Of... Ik denk sowieso dat het met een bevalling te maken heeft. Hoe kom je ter wereld? Hoe is je zwangerschap geweest? Hoeveel stress heb jij ervaren in je voor de geboorte en tijdens de geboorte? Ik denk dat dat hele essentiële dingen zijn. Kun je dat ook terugleiden bij jezelf? Of? Mijn bevalling van mijn zoon is inderdaad een ingeleide bevalling geweest. Wat ik helemaal niet wilde, met een dreigende vacuüm. En nou ja, weet je, ja. Dus toch echt wel een andere bevalling dan mijn andere kinderen, absoluut. Kun je daar verder nog wat aan herleiden? Nou, mijn zoon was sowieso ook allergisch voor een heleboel dingen. Onder andere eten, want we hebben een allergische achtergrond. Dus dat scheelt ook. Ja, daar wist je 35 jaar geleden echt niks van. Weet je, koemelkallergie, hoezo? Dat kwam toen eigenlijk net allemaal al op. En hij is daar echt, echt, echt heel allergisch voor. Hij kan het nog steeds niet eten. Mm-hmm. Dus, weet je, ieder kind brengt zelf wat mee. En het vervelende is dat bij kinderen zitten gewoon geen gebruiksaanwijzingen. Mm-hmm. Dat is een beetje jammer. Want als je natuurlijk een gebruiksaanwijzing hebt, dan kun je zeggen van nou, hè, dat, dan weet ik hoe ik het moet doen. Maar ook als moeder zijnde, iedere moeder herkent na iedere bevalling weer een ander kind. Mm-hmm. Je dacht van, oh, nou zo heb ik het de eerste keer gedaan, dan zal het de tweede keer ook wel zo zijn. En dan blijkt het een heel ander kind te zijn. Bijvoorbeeld nu in mijn eigen familie. Mijn kleindochter is geboren en ze hebben dus al een oudste zoontje. Nou, dat oudste zoontje was een hij niet dit kind. Dus die wilde heel veel bij haar zijn. Altijd in de draagdoek, altijd bij haar, altijd aan de borst, alles, alles. En dit is een slaapbaby, die kan je rustig neerleggen. En dan heeft ze zoiets van, oh, nou, geen probleem. Dus weet je, kan je het aan de bevalling herleiden? Nee, het enige wat ik kan herleiden is dat de oudste met 37 weken geboren is. En deze met bijna 40 op één dag na. Dat is het enige verschil, maar voor de rest... Ja, de andere bevalling heeft misschien langer geduurd, maar... kan verder allebei hele natuurlijke bevallingen. Maar iedere baby brengt gewoon zelf wat mee. En ik denk ook dat... Er was ooit een hele mooie... Dat is een Inge Vormer, dat was een antroposofische vroedvrouw. Mm-hmm. In Den Haag. Ik heb met haar veel samen mogen werken, heel bijzonder. En zij zei, aan de manier waarop een kind ter wereld komt... kun je zijn temperament ontdekken. Dus een kind wat zeg maar echt met een stortbevalling binnenkomt, is vaak ook een kind wat heel stevig aanwezig is. En heel, weet je, mm-hmm. en zo'n heel rustig vlindertje. Ja, en daar kon ik, heb te weinig kennis van antroposofie om dat goed te kunnen zeggen, maar daar kun je dus wel veel aan zien. Mm-hmm. En ieder mens brengt wat voor zichzelf mee, wat hij nodig heeft voor de rest van zijn leven. Mm-hmm. Ja, dat is wel heftig, want als je een hele heftige bevalling, je eigen bevalling heel heftig is geweest, dan kan dat al een soort stempel drukken in feite, of een soort een oordeel aanhangen misschien. Nee, ik denk dat het eerder bedoeld is om de ogen te openen van, goh, wat leert mijn kind mij? Mm-hmm. Dus wel open blijven kijken, want dat is wel, als mensen aan mij vragen, was laatst een heel mooi verhaal, was er gevraagd aan de... Bladkind, ken je dat? Ja, dubbel I. Ja, ja. Een heel mooi blad. Van allerlei mooie informatie. En zij vroegen van, wat is de mooiste reis? Of wat is de meest onverwachte reis? Of wat je meegemaakt hebt als moeder? En dan denk ik, wat het mooiste is gewoon het feit. En ik denk dat heel veel moeders dat kunnen ervaren. Van dat het je eigen ontwikkeling is. Mm-hmm. Dus jij ontwikkel je door wat je kind aan jou leert. En als je met een oordeel gaat, van ja, mijn kind is zo, dan leer je niks. Dus ik denk dat je met een open blik moet kijken naar kinderen. Van, goh, wat leert mijn kind? Wat heeft mijn kind nodig? Mm-hmm. Dus kan je een voorbeeld noemen om een idee te krijgen? Bijvoorbeeld, er wordt wel eens gezegd van een kind die in de stuitligging ligt,
als een eigenwijze baby, dat klinkt al snel als een oordeel, zeg maar. In dat opzicht kan je... Het is denk ik eerder ik als het geboren het, is dan... Ik vind dat een stuitligging vind ik dan weer, maar... als ik nu bijvoorbeeld kijk naar kinderen, een kind wat bijvoorbeeld, en dat klinkt heel raar, maar dat is echt wel zo. Een kind wat dus heel veel aan zijn moeder hangt, heel die nabijheid nodig heeft, zie je vaak dat hij op andere vlakken heel snel zich ontwikkelt. En mijn laletsingleidster, die ik leerde kennen dus toen mijn dochter geboren is, die zei altijd een kind is een jojo. Op het moment dat een kind een nieuwe ontwikkeling, dat gaat dus heen en weer, en op het moment dat een kind dus een nieuwe ontwikkeling, wat hem onzeker maakt, dan komt de jojo naar je toe. Hmm. Als het wat zeker is, gaat die jojo gewoon naar beneden. En dat blijft ook zo. En als je dan dus ziet van naar de ontwikkeling van kinderen, want zo kijk ik dan, dan zie ik van, oh ja, nu maakt hij iets mee wat lastig voor hem is. Ja, dat kan ook op latere leeftijd zijn. Dus niet alleen maar bij babytjes. Maar ook, of misschien ook wel bij babytjes. Kindertjes die dan hun handen ontwikkelen. Zien ze ineens hun handen. Maar dat is een schrik. Oh, weet je. En sommige kinderen gaan daarop in en kijken daarnaar. En raken afgeleid van andere dingen. Andere kinderen hebben zoiets van, help, wat overkomt mij. Er overkomt mij wat ik niet kan, wat ik niet kan grijpen, wat ik niet begrijp. En gaan dus veel meer naar hun moeder toe. Mm-hmm. En ik denk dus dat met huilbaby's ook, dat vaak meerdere redenen heeft dan alleen maar een bevalling, een allergie, een stress in de zwangerschap. Kan ook zijn wat de baby zelf meebrengt, wat het kind zelf nodig heeft. Mm-hmm. Ja, en dat is misschien niet eens aan ons om dan te verklaren. Het is meer van, oké, wat heeft het kind nodig? Wat heeft het kind nodig? En vooral dat stuk om dat niet af te wijzen door van, nou... Laat maar huilen. Ja, nu even niet. Ja. Of... Weet je, je kunt geen... Dat is het vervelende. Het is moeilijk om algemene dingen te zeggen, omdat je altijd zoiets hebt van... Dan zegt iemand, ja, maar bij mij is het heel anders. En alles is mogelijk en alles is normaal en niks is gek. Eigenlijk. Maar als ik dus kijk dan even heel dichtbij, dan zie ik daar een mannetje lopen, die is dan nu 2, maar die is echt heel aanhankelijk en echt ook als baby, die is dan dus mijn kleinzoon, maar hij praat, hij spreekt 2 talen en hij ontwikkelt zich als een man waarvan ik denk van ik vind het niet zo raar dat hij de nabijheid van zijn moeder zo hard nodig had, want hij gaat zo ontzettend hard dat dat kind dat helemaal niet aan kan. Weet je, en zo... Ja, is het een andere manier van kijken, ja. Is een kind een soort bloem die steeds meer wat prijs geeft over wie die is. Mm-hmm. En wat die, weet je, wat die daarvoor nodig heeft om dat verder te ontwikkelen. Ja, en dan als moeder open en nieuwsgierig daarin te zijn. Ja, vooral open en nieuwsgierig. En dat is natuurlijk, geloof mij, ik heb ook best als moeder wel eens gedacht van... ga ik dit oplossen? Maar ook als kraamverzorger, als je dan ziet... Dat je bij een moeder bent die een druk gezin heeft met allemaal kleine kinderen, weet je. En dan moet er ook nog 1 naar Violet en dan moet er ook nog 1 jij. Dan heb je gewoon niet altijd aandacht. Die moeders die hebben gewoon ook tijd nodig. Dus niemand is perfect. En iedereen heeft zo zijn eigen dingen nodig. Ik bedoel, van de week was ik weer bij iemand die dan gewoon tegen volgende bevalling heel veel last heeft van de rug en de nek. En eigenlijk zich nauwelijks kan bewegen. En die heeft dan ook nog kapotte tepels. En dan kan ik echt denken, oh mens, wat heb je het wel op dit moment zwaar. Wat is het moeilijk. Ja. Hoe kan ik je helpen om dit voor jou lichter te maken? En het grappige is, naarmate van je ouder wordt, dat is natuurlijk wel zo, heb je daar gewoon steeds meer oog en begrip voor, omdat je zelf dat al die fases doorgemaakt hebt. De compassie ontwikkelt nog. Ja, je ontwikkelt dat steeds meer. Wat zeg je dan tegen haar? Want als ze van de kloof in de tepels heeft en wel borstvoeding wil geven bijvoorbeeld, maar... Nou, dan probeer je in ieder geval oplossingen te zien. Deze baby had toevallig een tekorte tongriem. En dan zei ik van, ja, weet je, ik heb alle informatie. Want je kunt moeders niet vertellen, als je dit doet, gebeurt er dat. En dat is het allervervelendste, want dat is wat moeders willen. Moeders zeggen van, ja, mijn kind helpt, hoe kan ik dat stoppen? Heel lastig. Ik kan 6 handvaten geven. Wil niet zeggen dat er eentje tussen zit die voor jouw kind geldig is. Weet je, dat is het moeilijke. Deze moeder ook. Van, nou, het kind had toen tekort de tongriem. Dus ze geeft alle informatie
van wat ze daaraan kan doen en waar ze naartoe moet en wat eventueel een oplossing kan bedenken. Maar het wil niet zeggen dat het dé oplossing is. Dus in dit geval had ik zoiets van, ik probeer eerst die moeder eens even lekker neer te leggen en te kijken hoe kan ik haar neerleggen zodat ze de minste pijn heeft. Want ik kan me zo voorstellen dat als jij heel erg pijn in je nek hebt en eigenlijk gewoon je hoofd te zwaar is voor je nek, dat je eigenlijk niet kan zittend voeden. Dat is heel frustrerend. Ja. Dat is gewoon, en als je dan dus ook nog kloof hebt, weet je, dus we hebben een heleboel mogelijkheden doorgesproken van hydrogelpads tot kolven, tot tongriemen, weet je, tot lichamelijk, biological nurturing, allemaal besproken, dingen uitgeprobeerd. Maar je kan ook niet 100 dingen uitproberen, want daar is die moeder niet lichamelijk aan toe. Belangrijk is dat die moeder de informatie krijgt, waardoor zij kan denken, ik ga dit of dit of dit voor mij uitproberen. Want deze moeder had ook nog eens een keer heel weinig melk met kolven. Wat betekent dat ze aan moet vullen met kunstvoeding. Maar als dat eigenlijk niet is wat je wil, dan is dat best een lastige keus. Ja, en dan krijg je het gevoel falen. Dat is echt een woord van tegenwoordig waar veel vrouwen... Falen en schuldgevoel. Dat is het meest moeilijke woord wat je kunt bedenken in het hele geboortezorg. En zeker als het om borstvoeding gaat. 1. Als je er alles aan gedaan hebt en het werkt gewoon niet voor jou. En dat kan zijn omdat jij het niet aan kan. Omdat je echt niet voldoende melk kan produceren. Omdat het niet past in jouw leven. Dan moet je je daar niet schuldig over voelen. Als jij... Dat is makkelijker gezegd. Nee, maar het vervelende is, je gaat je ook niet schuldig voelen over bijvoorbeeld dat jij diabetes hebt. Je hebt geen diabetes, maar stel je voor dat. Ja. Dan bedoel, ja, dan kan je zeggen, ik heb mijn hele leven hartstikke veel suiker gegeten en nu heb ik diabetes type 2. Jeetje mina. Kan je heel schuldig over voelen. Heeft dat zin? Denk ook dat mensen zich daar niet schuldig over voelen. Maar dat eeuwige schuldgevoel, heb ik zoiets van, nee, je kiest wat jij vindt wat goed is voor jou. Mm-hmm. Stel je voor, je doet een opleiding en dat blijkt niet de goede te zijn. Ga je schuldig voelen omdat je een verkeerde opleiding gekozen hebt? Ja, nee, in principe niet. Nee, het lijkt me alleen zo van, ja, iedereen geeft om je heen misschien borstvoeding of... je hebt er allemaal je ideeën over, je verwachtingen. Dan kan je inderdaad... Ik had met mijn oudste ook die verwachtingen. Ja. Ja, en ik dacht echt dat ik het wel even zou klaren. En ik zal je vertellen dat mijn oudste dochter is echt anders dan mijn andere kinderen. En ik zie dat. Ik wil niet zeggen dat het daardoor komt. Dat kan ook zijn dat ze een stuk van zichzelf meegebracht heeft. Wat anders is dan bij iemand anders. Maar ik heb wel zoiets van, goh, misschien als ik het anders bij jou gedaan had, dat jij ook een ander persoon was geworden. Kan ik me heel schuldig over voelen dat ik haar heb ik inderdaad 10 minuten laten huilen. Want ja, dat was een slaapliedje zingen, dat hoorde toch zo. En ik pakte er maar 4 keer per dag, want ja, zo verhoefde ze toch. Dat was toch voeden op verzoek. Weet je, voel ik me er schuldig over? Nee, ik wist niet beter. Dus kan ik het ook niet, heb ik het ook niet kunnen veranderen? Ja, een soort van, je hebt daar geen macht over, geen controle over. Weet je, ik ben blij dat ik dingen geleerd heb. En ik zeg ook echt, mijn kinderen zijn mijn grootste reis die er is. En mijn dochter zegt dat toch wel eens, dus mag je niet kijken. Zegt ze, ja hoor, je eerste kind is je broddelapje. Dat klinkt heel naar. Maar weet je... Ik heb toen net zo goed als bij de andere kinderen geprobeerd om het best te doen. Ja, en de liefde, dat, de moederliefde ja, die... Dat was heel vreselijk. Ik had haar in mijn armen en dan ging ze vechten. En als ik in een wipstoel zeg, dan was ze blij. Nou, dat is heel vervelend voor je als moeder, geloof mij. En toen liet ik dat gebeuren, want ik wist niet beter. Ik dacht, ja, dat is wat zij wil, dus dat doe je dan. Na de hand denk ik, ik had het gewoon in een draagzak moeten doen, want dat heb ik bij mijn derde wel gedaan. Want die wilde ook niks en ik had zoiets, ja, mijn huilende baby in bed, dat gaat dus niet, want ik heb nog andere dingen te doen. Dus ik ben 6 weken bezig geweest om hem in een draagzak te wurmen, totdat hij dat accepteerde. Was het in die tijd een draagzak? Ja, ik ben daar net zien, ik had je geen draagzak, je had draagdoeken. En dus korte doeken, gewoon een soort sling en dat werkte perfect, die gebruik ik nog. Ik heb daar een doek liggen waar mijn jongste dochter in opgegroeid is. Die is 27, 28 jaar oud en die wordt nu nog gebruikt. Wow. Dus dat is heel leuk. En je had wel een draagzak, maar dat was dus een soort babybjörn, een vreselijk ding. En
dingetje. Ik ben eigenlijk pas vanaf mijn tweede echt gaan dragen. De eerste hadden we een kinderwagen en we hadden daarnaast dat draagding wat we wel hebben gebruikt op vakantie en zo. Maar bij mijn tweede ben ik pas echt gaan dragen, omdat ik toen Lanetje weer tegenkwam. En dat waren gewoon schuine doeken over één schouder, hup, kind erin en ga met die banaan. Ja, dus echt kennis heeft dan echt je wereld. Nou, het is vooral, ervaring, want het grappige is, ik verkoop hier natuurlijk allemaal draagdoeken en zakken en dingen. Net ook, hè? Ja, maar ik gebruik zelf eigenlijk nog steeds mijn korte doek. En als mijn kleinzoon hier is, die er regelmatig is, dan zet ik hem in die korte doek, zodat hij kan slapen en ik kan werken. En dat is gewoon heel leuk. Een korte doek, dat is... Ja, een korte doek, dat is over één schouder met een knoop hier. Oh ja, ja. En dan gooi ik hem erin. Dus ja. Ik doe dan net iets anders als de draagconsulent maken een zakje. En ik doe één been hier, één been daar. En dan zit hij dus gewoon stevig. Mm-hmm. En dat gaat gewoon, heel goed. Mm-hmm. Ik zet even de... Ja, je hebt zo net even de draagzak laten zien. De draagdoek. Ja. Nou, een ouderwetse draagdoek. Gewoon een lap. Ja, gewoon ja. Een wel speciaal geweven zijn deze. Hè? Want voor een goede draagdoek of draag, zoals dit, een sling, heb je een dubbele binding nodig. Zodat hij dus niet verticaal en niet horizontaal rekt. Want anders gaat er een zak in. Dus het is wel echt een speciaal dubbele binding geweven. En... Nou, deze die hier lag is dus van mijn dochter. Ik heb dus voor Lanetjeliek, was ik zwanger van mijn dochter, nu 28 jaar geleden. Van Gol zei Lanetjeliek, zou jij even willen kijken of jij bij de Wereldwinkel in Culemborg iets kan vinden wat redelijk goed te gebruiken is voor ons in Nederland als draagdoeken. En toen heb ik diverse doeken heb ik dus uitgeprobeerd. En toen op een gegeven moment had ik deze. Deze is niet helemaal goed, maar is wel heel mooi. Heb ik toen voor mezelf meegenomen. En die ligt hier dus als demo doek. Ja. Om aan mensen te laten zien. Maar op woensdagochtend, maar ook op andere dagen. Dan is mijn kleinzoon nog wel eens in de buurt. Of mijn andere kleindochter. En ik geef woensdagochtend ook les. En dan gaat de doek mee. En dan zijn de mensen echt helemaal ontdaan. Als ze me binnen zien komen met één of twee kleinkinderen. Denken dan echt van, zeggen niks hoor. Maar dan zie je het aan die blik. En dan... denken ze, oh, wat gaat dat worden? En dan gaan ze na de hand weg en dan zeg ik, goh, je vond het wat lastig, hè, dat ik twee kleinkinderen bij me had. Hoe is het? Is het je meegevallen? En dan zeggen ze, nee, we hebben niet één, maar we hebben twee lessen gehad. Want je kan dus en werken en kinderen meenemen. En dat is gewoon heel leuk om, weet je, dat is wel wat ik denk. In onze maatschappij worden kinderen zo weggezet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je ziet... eigenlijk voedende moeders al nauwelijks. Al wel in dit straatje bij ons zie je heel veel voedende moeders. Hoor, in al die, gezellige lunchroomen. Maar over het algemeen zien mensen niet veel voedende moeders. Met jonge baby's. En als moeders gaan werken met 3 maanden, zitten de kinderen in de crèche. En dan zien mensen het ook niet. Ja, hooguit op de crèche onderling dat moeders het zien. Maar niet in het straatbeeld. Niet. Ik heb ooit gehad dat ik gaf les aan Nieuw-Zeelandse vrouwen. Over borstvoeding. En een van de vragen van de dames was, mag je in Nederland wel in het openbaar voeden? Ik zei, ja, hoezo? Nou, we zien het nergens. En in Nieuw-Zeeland, maar Australië ook, zie je veel meer voedende moeders. Eén, omdat ze allemaal ook langer verlof hebben dan wij hier, want dat is in Nederland slecht geregeld. Maar 2, omdat het daar dus warm is en iedereen gewoon buiten in het openbaar voedt. Mm-hmm. En dat dus heel normaal is. Waarom is dat dat we dat wat minder hebben naast de warmte? Ik denk 1 is het probleem dat Nederland zo'n ongeveer 75-80% van de kunstvoeding fabriceert. Dus economisch belang hebben wij gewoon bij kunstvoeding. En als je het hebt over voeden van een baby, hebben mensen het vaak over gewoon de fles. Mm-hmm. En... borstvoeding is toch iets waarvan men eigenlijk vindt dat je het maar binnenshuis moet doen. Gisteren, dat is wel heel grappig. Gisteren hadden we het borstvoedingcongres Back to Basics. Omdat het gisteren einde van de wereld borstvoedingweek was natuurlijk in Nederland. En toen hebben we een foto gemaakt van een lunchende vrouw onder een doek. Omdat je dus heel vaak te horen krijgt als je kind moet eten. Ja, je moet daar een doekje overheen doen. Terwijl kinderen moeten eten. En die fles, dat ben ik heel blij dat het er is hoor, kunstvoeding. Want
Hier in Nederland hoeven gelukkig geen kinderen dood te gaan, omdat dat er niet is. Maar in principe is de norm borstvoeding. Nou, als een moeder daar voor altijd binnenshuis moet zitten, dan kan zij zich niet ontwikkelen. En ik denk gewoon, het is heel belangrijk dat een vrouw gewoon de dingen kan doen die ze moet doen. Ja, dus je gaat boodschappen doen, en want je moet boodschappen hebben voor je gezin. En dan kan je daar ook voelen op een pleintje. Lijkt me heel logisch. Dat je niet zegt van, oh, ik heb nu even tijd om boodschappen te doen, maar ik moet zo weer naar huis, want ja, dadelijk gaat hij misschien huilen. Een kind drinkt, net zoals ieder mens, de ene keer ieder uur. En de andere keer drinkt hij 3 uur niet, maar dat weet je van tevoren niet. En dan zeggen mensen, ja, maar dat kun je toch sturen. Oké. Als je kijkt naar wat onze gewone in Nederland gebruikelijke advies is over voeden van een kind. Als je kijkt op het pak van de flesvoeding, dan ga je van 7 naar 6 naar 5 naar 4 voedingen. Maar vanaf 5, 6 maanden komt er een fruithap bij, dus dan wordt het weer 5 voedingen. En dan wordt het weer 6 met een groentehap en langzaam wordt dat weer opgebouwd. En het is ook heel logisch, want als je naar jezelf kijkt, jij gaat, als je 's morgens wakker wordt, eerst wat drinken. Daarna ga je ontbijten, dat is nummer 2. Daarna ga je koffie of thee drinken, is nummer 3. Daarna ga je lunchen, is nummer 4. Daarna heb je om 3 uur heb je koffie of thee, is nummer 5. Daarna ga je eerst wat eten of drinken voordat je gaat eten koken, is nummer 6. Daarna ga je eten, warm eten, is nummer 7. Daarna ga je koffie drinken of thee om 1 uur of 8, is nummer 8. En om 10 uur voordat je naar bed gaat, drink je nog wat. Het zijn 9 eet- of drinkmomenten. Neem aan dat jij je gewicht niet wil verdrievoudigen. Lijkt me niet zo leuk. Maar kinderen moeten hun gewicht verdrievoudigen. En wij verwachten dat ze dat in 5, 6, 4 voedingen naar binnen werken. Maar hoe groot zijn die voedingen dan? Enorm. Even een rare vergelijking. Mm-hmm. Die je er gewoon in mag laten staan. Maar een baby van 6 kilo volgens het pak van de kunstvoeding drinkt 4 keer per dag 200 milliliter. Dat is zeg maar de norm. Heb jij een oma van 65 kilo of 60 kilo in een verpleeghuis die ook nog dement is en alles aangevoed moet krijgen? Kan je dat voorstellen? Mm-hmm. Nou, dat betekent dat je ze moet koffie moet voeren, lunch moet voeren, ontbijt moet voeren. Je moet ze ook nog helemaal schoonmaken. Want ze knoeien ontzettend, ontzettend veel werk. Mm-hmm. Nou ga ik jullie een besparing op de gezondheidszorg leveren. Maar ik hoop niet dat je het met me doet. Je gooit gewoon 4 keer per dag 2 liter door die stonden heen. En alle koffie- en theerondes en alle voeding haal je eraf. Dat is exact hetzelfde. Ik hoop toch niet dat je dat met bejaarden gaat doen. Nee. Maar dat is wat we dus doen met baby's. Ja, ja. Alsof dat iets heel anders is. Een baby is gewoon een mens. En een mens eet gewoon 8 à 9 keer eet of drinkt. Want voor een baby is dus, of het nou borstvoeding of kunstvoeding of borstvoeding in de fles is, is alles is eten en drinken. En er bestaat niet een stukje eten, een stukje drinken. De melk is gewoon eten en drinken. Alle functies vervult dat. Dat moet dan minstens 8 of 9 keer zijn. Mm-hmm. Ja. Heel logisch als je erover nadenkt. Ja, maar weet je, dat zijn dingen die zijn zo ontzettend logisch. Mm-hmm. Maar dat is, weet je, het is niet gemaakt, die regels zijn niet gemaakt omdat het logisch is voor een kind. Die regels zijn gemaakt omdat het makkelijk is voor degene die voor kinderen zorgt. Mm-hmm. Om die dus daar makkelijk voor te maken. Want stel je voor dat kinderen op de crèche 3 à 4 keer moeten gaan eten. Nou, dan wordt het met 4, 8 baby's op een crèche met 2 leidsters bijna een ondoenlijke zaak. Mm-hmm. Ja, dus dat is op die manier aangepast. Ik denk dat het op die manier is van, en dat is niet denk ik bewust dat we ander beleid willen. Ik denk dat iedereen het vanuit zijn goede best doet, hè. Laat dat duidelijk zijn dat niemand denkt van we gaan nou eens even die kinderen lekker pesten. Absoluut niet, dat geloof ik niet. Maar er is gewoon niet logisch over nagedacht. Gewoon niet logisch. Mm-hmm. Wat zou je voorstellen van je baby gaat naar de crèche? Je wil er wel aan voldoen. Is dat überhaupt mogelijk dan? Ik denk dat het handigste is dat je als moeder zijnde gewoon voedt zo vaak als je kind wil. Gewoon voeden op verzoek. Helemaal net als dat je dat deed.
echt tot de laatste dag dat je naar je werk gaat, dat je wel je kindje voorbereidt. Want dat is ook zoiets. Mensen denken dan van ja, ik kan mijn kindje niet voorbereiden. Kijk, als wij muziekdoosjes voor je buik kunnen houden, zodat die kinderen die muziek herkennen en daar dus rustig van worden, omdat ze dat herkennen na de bevalling, kun je ook op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de ochtend, als je normaal genomen naar je werk straks moet, een verhaaltje vertellen. Iedere dag hetzelfde verhaaltje, met dezelfde tonatie, met dezelfde woorden. Dat begrijpt dat kind helemaal niet. Totdat je naar de crèche brengt en onderweg naar de crèche hetzelfde verhaal brengt. En dan komt die baby daar en dan denkt hij, oh, dit is wat ze bedoelde. Want jij hebt iedere dag hetzelfde verhaal verteld. Kinderen, wordt het kind rustig dan? Nou, ik denk dat het kind op een gegeven moment eerder begrijpt dat er wat aan de hand is en dat er iets gaat veranderen. Mm-hmm. Omdat je een kind daar dus op voorbereidt. En onze kinderen zijn net zo intelligent als ieder katje, ieder hondje en ieder aapje. En die kun je gewoon dingen bijbrengen. Communiceren, ja. Ja, alleen je moet zorgen dat de woorden hetzelfde zijn. Een kind begrijpt de woorden niet, maar bijvoorbeeld thuiskomen zijn drie lettergrepen. Als je iedere keer zegt thuiskomen bijvoorbeeld, dan zal het kind de tonaties daarvan herkennen. Mm-hmm. Net zo goed. Ja, ook de emotie. Weet je, dus kinderen herkennen op een gegeven moment gewoon wat je bedoelt. Mm-hmm. En dat is hetzelfde. Dus ik ben ervan overtuigd dat als je gewoon begint met je kind gewoon laten drinken zo vaak als je wil. En zorg dat je voldoende voeding meegeeft naar de crèche. En een kind er dus op voorbereidt van dat gaat gebeuren met woorden, met verhaaltjes. Dat kinderen dus best wel op een gegeven moment snappen dat er wat gaat gebeuren. Wat je heel vaak ziet is dat als kinderen op de crèche zijn dat ze hun hele schema omgooien. Bijvoorbeeld bijna niks meer willen drinken of heel weinig drinken en heel veel gaan slapen, want het leven is niet leuk, de moeder is er niet, dus waarom zou ik gaan slapen, waarom zou ik wakker gaan zijn? En je ziet het zelf bij kinderen die bij hun vader blijven. Mijn eigen dochter ging stoppen met de fles op het moment dat ik ging werken. En had zoiets van, hartstikke lief, helemaal niet huilen, nergens om huilen, helemaal prima. Was met papa en haar broers en de zus thuis, helemaal prima. Niks aan de hand. Ze ging slapen de hele dag. Want ja. Mama was er niet. En dat hoor je dus veel vaak terug van ouders. Ja, die voelen dat aan. En, die kinderen, aan weet je, die voelen dat gewoon. Die weten dat. Mm-hmm. Kijk, en een ander ding, maar dat is natuurlijk mijn mening weer ook. Dat heeft ook weer met hechting te maken. Denk ik dat wij in Nederland een raar systeem hebben. Buiten dat ik vind dat kinderen veel te vroeg naar de crèche zouden moeten, vind ik het gewoon een heel raar verhaal. Dat als jij je kind achterlaat bij oma en opa, ga je dat niet 2 dagen na de bevalling doen. Dus die baby heeft meerdere malen oma en opa gezien, is aan oma en opa gehecht. Vaak zijn die kinderen 2, 3 maanden en dan laat je ze achter. Oh, sorry. Mm-hmm. Terwijl we naar de crèche brengen we ze 's morgens een wendagje. En dan gaan we na een half uurtje aan de weg. En dan laten we die kinderen bij wildvreemden achter. En dan gaan we ervan uit dat die mensen zijn daarvoor opgeleid. Die weten het wel. En dan denk ik van, dit zou je ook niet met de buurvrouw doen. Je gaat toch je kind niet bij de buurvrouw achterlaten die je niet kent. Maar meer vanuit, ja, er is geen andere oplossing. Nou, ik denk wel dat de oplossing er is, maar ik denk dat er niet over nagedacht wordt. Dat is het meer. Ik denk van, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat moeders gewoon 3 keer in de week eerst naar de crèche gaan met hun kind, zodat hun kind vanuit hun schoot kan leren wat de crèche is en een band opbouwen met de juffie en met de kindjes. En dan ga je ze achterlaten, net zoals je dat met de buurvrouw, met je zusje, met je ouders, met iedereen doet. Ja, je laat een kind met iedereen een band opbouwen en dan ga je pas een keertje weg. Zodat moeder vertrouwt. Vertrouwt deze mensen, dus kan ik ook deze mensen vertrouwen. Ik bedoel, ik ben oppasoma, zoals ik zei, voor mijn kleinkinderen. Nou, die komen dan eerst, komen ze wennen met mama. En op een gegeven moment gaat mama een uurtje weg. En dan komt mama weer terug. Maar dan ben ik een oma die ze mij gewoon al jaren kennen. Of al maanden of al weken, zo oud als ze zijn. Dan denk ik van, maar bij een crèche, net als bij school, maar bij school vind ik het logisch. Dan vertel je kind dat hij naar school gaat, dan weet je kind dat. En dat is logisch. Maar een baby waar je niet mee kan communiceren, achterlaten bij iemand, wat je op een andere wijze nooit zou doen. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Weet je, en dat zijn
als je over dat soort dingen na gaat denken, dan denk je, maar dat is eigenlijk heel raar. Want je zou het met je eigen moeder nog niet doen op die manier. Mijn schoondochter, de ouders wonen in Australië. Die komen hier en die gaan niet de eerste de beste dag oppassen. Terwijl hetzelfde oma en opa zijn. Als oma en opa een paar dagen of een week of zo, of anderhalve week er zijn. En de kinderen vanuit mama's schoot oma en opa weer hebben kunnen zien. Die ze dan ook nog met Skype natuurlijk regelmatig zien. Dan kunnen ze ze achterlaten. Maar je gaat niet de eerste dag je kind bij een bijna wildvreemde achterlaten. Mm-hmm. Ja, dat is een goed punt. En maar het zijn gewoon dingen waarvan ik denk van, er wordt niet over nagedacht. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon, we doen het zo. Ja, ja, inderdaad. En, je neemt het maar aan. En iedereen doet het, dus het zal wel goed zijn. Ja, ja. Maar dan denk je van, ja, maar stel je voor, zeg, jij kan niet praten. Ik zet je op een gegeven moment ergens neer. Dan denk ik ook dat je dus echt niet blij met me bent. Ja, dus dat is dat stuk van de hechting. Ja. Waar jij dat zo belangrijk vindt van moeder en kind. En dat het wat smoeter te laten verlopen. Ja, maar ik denk ook dat het gewoon iets is waar weinig tot geen aandacht aan gegeven is. En dat komt wel steeds meer. Maar kijk, als je mijn generatie. Ja, dat was nog van kinderen houden hun mond als grote mensen praten. En aan tafel wordt niet gepraat. En weet je, was er natuurlijk helemaal geen aandacht voor de gevoelens van de kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat ouders van hun kinderen hielden. Ik ben er echt van overtuigd. Maar ik denk niet dat er oog was voor de gevoelens en de behoeften van kinderen. En dat was omdat men ook niet beter wist. Nee, en ook van hun eigen gevoelens. Ja, weet je, dus ik denk dat gaandeweg langzaam dat bewustzijn wel komt. En hoe meer mensen zich dat bewust worden, en dat is ook wel een beweging, denk ik, want dat zie je natuurlijk ook in de mensen die jij ontmoet, denk ik dat hij langzamerhand wel steeds meer bewust. Ja. Maar goed, dan krijg je ook conflicterende situaties. Want ja, onze kinderen gaan wel heel jong naar de crèche. Is dat nou zo goed, weet je? Daar kom je dan ook weer in terecht. Ja, en nog even een ander onderwerp wat we al even hebben aangesneden. Het is een te korte tongriem. Dat is iets wat van de laatste jaren bekendheid over is gebracht, gelukkig. En vroeger was dat niet bekend. Nou, dat was wel bekend, maar in de tijd dat er veel borstvoeding gegeven werd, dus in de 50, 60 jaren, was dat wel degelijk bekend. En toen was het zelfs zo, en ik weet, ik heb bij mijn nichtje mogen kramen in Brabant. En toen vertelde de verloskundige daar, die wist zich dat toch te herinneren. En haar oudste zoon is van, ik denk dat hij van 2000 is, zoiets. Dus dat is toch nog wel een tijdje geleden. Maar die vertelde dat de pink van de verloskundige was lang. En dat was toen, noemden we dat voetvrouw. Was lang, want dan kon ze die toen erin in die nodig mee klieven. En dat, dus het was toen de tijd wel. Maar op het moment dat kinderen dus fles gingen krijgen. En in de jaren 70 was dus het dieptepunt. Heel primitief trouwens. Ja, het klinkt heel primitief. Maar ik heb het nu over de 50, 60 jaar. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is ook wel echt lang geleden. En naarmate meer mensen fles gingen geven, ja, was daar minder oog voor. Want die kinderen kregen gewoon hun voeding binnen en dat voeden ging wel. Dus was er gewoon veel minder oog voor. En eigenlijk de hele kennis daarover is gewoon weggegaan, zeg maar. Op die manier, ja. En wat is het precies en hoe herken je het? Hoe herken je het? Nou, het is sowieso een beperkte functie van de tong, eigenlijk. Doordat de riem die hieronder zit, en ik heb zelf een te korte tongriem, je tong naar beneden trekt. Als ik mijn tong bijvoorbeeld uitsteek, doet dat zeer. Okay, omdat die vast zit. En mijn kleindochter heeft bijvoorbeeld een hele grote, die hebben we niet ontdekt. Want het is ook wel vrij nieuwe materie. Ook niet iets wat je gewoon zomaar, ja, eentje die vooraan staat, zoals mijn oudste kleindochter. Ja, dat is niet iedereen, dat is niet zo moeilijk. Dat ontdekt gewoon iedereen. Maar je hebt dus meer klasses die tongbewegingen belemmeren. En niet alleen maar met het uitsteken van de tong, maar ook met het krullen van de tong. En met het omhoog brengen van de randen en van de punten. Dus het heeft gewoon ook met vacuüm maken te maken. Belemmert die tongring, belemmert dus die werking. Waardoor kinderen dus soms gewoon moeilijker aan de borst kunnen. En een tongfunctie bij een borst is toch heel anders dan bij een fles. Mm. En iedereen heeft het erover dat zuigverwarring niet bestaat. Maar nog steeds zie je dat er toch,
Weet je, dat kinderen met een bepaalde manier, die niet zo'n tekorte tongriem hebben, soms wel de fles leeg kunnen drinken. En niet de borst, gewoon omdat ze de borst niet goed vast kunnen houden. En het vacuüm gewoon niet goed kunnen maken. Maar het heeft een heleboel gradaties. Het zijn 4 gradaties. Maar het is, iedereen heeft andere klachten. En dat is een beetje lastiger daar. Mm-hmm. Er zijn kinderen die hebben pijnlijke tepels of moeders. Er zijn kinderen die krijgen te weinig binnen. Er zijn kinderen die spugen heel erg. Er zijn kinderen die huilen heel erg. Er zijn kinderen met een, tweekleurige tong. Dus aan de achterkant wit, aan de voorkant roze. Betekent dat ze de achterkant van hun tong niet schoon kunnen maken. Dus alles wat je nu opnoemt heeft te maken met een tekorte tong? Kan te maken hebben met een tekorte tong. Ja. Kan te maken hebben met een tekorte tong. Dus zelfs pijnlijke tepels daarin. Ja, dat kan. Ik heb die mevrouw nu waar ik was. Ja. Die had echt gewoon pijnlijke tepels doordat de baby de tepel niet ver genoeg in de mond kon nemen. En die baby was 9e dag, zoiets. En nu heeft ze het laten klippen, maar het gaat nog niet heel makkelijk, want zo'n baby moet leren. Die heeft 9 maanden lang heeft hij zijn tong anders gebruikt. Ja. Weet je? Frustrerend ook voor een baby, want je wilt, het is je voeding, het is het enige. Kinderen worden soms heel boos, gaan soms heel hard huilen. En sommige kinderen gaan gewoon, die zuigen door, maar er zijn ook kinderen die gewoon in slaap vallen, die het gewoon te moeilijk vinden. En duimkrampen kunnen ervan komen, heel veel spugen kan ervan komen. Spraakproblemen op latere leeftijd kan, en vooral de klanken achter in de mond. Dus de K, de G en de R, alles wat achter in je mond zit. Mm-hmm. Want die kan dus die beweging moeilijker maken. Oh ja, dat. Dus hoe vaak komt dat voor? Is dat nee, daar is geen goed onderzoek over gedaan. Nee. En dat is echt heel vervelend, want weet je, het spreekt elkaar ook allemaal tegen. En de een zegt het komt door vitamine D tekort en de volgende zegt het komt door foliumzuur. En weer een ander zegt nee, het komt genetisch. Het is niet goed. Er is nog niet goed onderzoek naar gedaan. En ja, weet je. Je eigen omgeving, hoe vaak kom jij het tegen? Hoe vaak kom ik het tegen? Nou, het vervelende is, en dat is natuurlijk met alles wat je tegenkomt. Zodra er nieuwe kennis komt, dan kom je het vaak tegen. Weet je? En wat het vervelende, want sommige mensen zeggen ook, ja, het is weer een hele hype. Net zoals dat vroeger allergie een hype was en koemelkallergie. En weet je, zo heb je knippen van de amandelen, is ook zo'n tijd een hype geweest. En zo heb je dan nu de hype van de tekorte tongriem. Ik denk dat het wel degelijk regelmatig voorkomt. Wat ik denk is dat het niet altijd noodzakelijk is om te klieven. Dat het te maken heeft met A, kan de moeder de baby goed aanleggen? Als de moeder het aanleggen kan verbeteren, ja, dan is het soms niet eens nodig. Met kussens of. Nee, het heeft vooral te maken dat de baby voldoende tepel van de onderkant in zijn mond heeft. Dus dat er, ja. Als dit de borst is, dat dus hieronder, dat je een asymmetrische hap hebt. Ja. Iedereen doet zo'n baby aanleg, maar het hoort dus zo. Dus dat, ja, voor de luisteraars die het niet kunnen zien, zeg maar, dus dat de onderkant van de mond meer naar beneden is, zeg maar. Nee, dat er meer tepelhof in de onderkant van de mond is dan aan de bovenkant. Ja. Weet je, want dat is ook zoiets dat iedereen zegt altijd, oh, je moet even kijken of de lippen naar buiten liggen. En dan gaan moeders hun borst weghalen om te kijken of de lippen naar buiten liggen. Maar wat denk je, wat deze kan pakken, wat er gebeurt als ik dit doe? De baby hoort zo dicht tegen je aan te liggen. Neus en kin raken de borst. Op het moment dat ik dit doe, trek je de tepel uit de mond. Ja. Op het moment dat je ruimte maakt, dan trek je die tepel uit de mond. Dus zit de baby op het puntje. Dus vandaar dat het voor mij eigenlijk altijd zo is, want het maakt niet uit hoe het eruit ziet als je binnenste buiten. Als een moeder voelt dat het pijn doet, is het gewoon niet goed. En dan is het natuurlijk wel pijn. Het eerste aannappen kan pijn doen en ongemakkelijk zijn en even vervelend zijn. En dat kan ook nog een paar weken duren. Maar zodra daarna hoort de pijn weg te gaan. En als dat dan nog steeds blijft of een moeder zit huilend te voeden, dan is het gewoon niet goed. En dan kan iedereen zeggen, ja, die lippen liggen naar buiten, ja, lekker belangrijk. Ja. Het hoort gewoon niet zoveel pijn te doen. Want als het echt zoveel pijn zou moeten doen, hoe kan het dan in godsnaam dat onze soort is overleefd? Ja. Dat gaat toch niet? Dan hadden ook onze moermoeders niet echt met zoveel pijn. Ja.
En waar ligt dat aan? Ja, dat is ook weer van, dat denk ik lastig, maar... Nou, waar het aan ligt, in de meeste gevallen, en dat is echt waar, ook met een tekort op tongriem, op het moment dat ik ouders anders leer aan te leggen, is het probleem vaak over. Dus het heeft echt met het aanleggen? Het heeft echt met het aanleggen te maken. En ik heb dus nu een geweldig filmpje. Ja, dat kunnen de luisteraars dus helaas ook niet zien. Dat is maar een we kunnen jammer. De link wel delen. Als, Dat is deze film en die is echt helemaal geweldig. Nee, dan moet ik wel de goede hebben. En dat is echt, wat ik vooral zou willen is dat er een stukje, hoe noem je dat, slow motion in zou zitten. Even kijken, waar is die? Ja, hier is die. Dan ga ik je het klein, ik ga niet je hele film laten zien, want dat is veel te... Oh, moet ik wel zacht zetten natuurlijk. Of we kunnen de titel delen. Dan kunnen... Attaching your baby at the breast. Maar ik ga je even laten zien. Attaching your baby at the breast. En van... Wie is Global... Ja, hier is die. Global Health Media. Global Health Media Project. En dan moet je even kijken zo... naar wat er bij de onderkaak van de baby gebeurt. En als je dat snapt... zie je dat de tepel bij de neus van de baby ligt... en helemaal niet voor de mond. Ja. En als je nu kijkt, vooral op de onderlip en onderkaak letten. Mm-hmm. En ze gaat nu zo... Kijk. Zie je dan wat er gebeurt? Totaal asymmetrisch. Ja. Ja. En dit stukje zou ik zo graag in slow motion laten zien. Zodat mensen snappen... Ja. Oh, daar gaat het om. Ja, of daar een foto... Wat het een foto is, zeg maar. Dat je kan weet zien je, dat je... Dat is echt... Als je, het is echt zo dat ik laat dit filmpje heel vaak... aan mensen zien bij de cursus, of ook niet alleen bij de cursus, ook consulten en ook kramen en zo. En dan zeggen mensen, nou begrijpen we het. Jij drinkt namelijk een kop thee met je hoofd achterover. Je gaat niet met je hoofd, met je kin op je borst een kop thee leeg drinken. Dus je doet dit. Ja. Nou, dat is precies wat de baby moet doen, dus een hoofd achterover. En op het moment dat ouders dat begrijpen, dit zien, en ik uit ga leggen van ja, je moet dit doen, je moet het hoofd achterover. En dan zie je een wereld van verschil. En eigenlijk, wat mijn ervaring is als lactatiekundige, dat is eigenlijk meestal, het is heel erg, maar dat is eigenlijk meestal de oplossing, dat mensen echt zeggen van, soms zitten ze 3 weken met pijn te voeden, hier komen, huilend in de stoel zitten, echt van, waarom heeft niemand dat ooit gezegd? En ik geef les aan de gezondheidszorg, en ik geef echt, echt les aan de gezondheidszorg. En ik laat het 100 keer zien, en nog zie je dat dat dus toch fout gaat. En dat vind ik het allerergste, weet je? Mm-hmm. En is het niet zo dat een baby instinctief dat ook, zeg maar, doet? Is daar, hebben we daar echt als moeder heel veel invloed op? Ik denk dat als een baby in biological nurturing, dat is een andere houding, is een beetje achterover, kan die zelf naar de borst kruipen. Als een baby dat doet, helemaal prima, is er niks aan de hand. Hoef je niks. Maar op het moment dat mensen bij mij komen, zijn er vaak problemen. Weet je? En dan heb je vaak, want ook mijn kraam, ik werk niet zo heel veel meer in de kraam, doe meestal 1 kraam per maand. Nou, 10, 12 kramen hooguit. En wat je dus ziet, is dat mensen dan vaak bij mij komen, omdat ik, of dat ze hun eerste kind al problemen hebben gehad bij borstvoeding, en nu zoiets hebben van, nou, nu willen we iemand die daar verstand van heeft. Ja. Of inderdaad vanwege natuurlijke kraamzorg, omdat ik natuurlijk ook een natuurlijke kraamverzorger en antroposofische kraamzorg ben. Dus dat is 8 dagen achter. En dan ben je 8 dagen achterheen. En dan zeggen mensen echt soms, ja, waarom heeft iemand mij dat nooit eerder gezegd, weet je? En dat is echt dat ik denk, van daar zou nog zo'n wereld te winnen zijn. Omdat als een kind goed is aangelegd, perfect is aangelegd. En ik heb zoiets van, ja, dat zou iedere kraamverzorgende ook moeten kunnen leren aan ouders. Ja, en er is geen pijn meer, dus geen lijden, geen schuldgevoel van... Geen pijn, de baby krijgt de optimale melkproductie binnen. Mm-hmm. Weet je, en als je geen pijn hebt, kan je ook zo vaak aanleggen als je wil. Dus helpt je baby na een uurtje weer, of is hij onrust, dan leg je hem gewoon aan. Ja, dan dat je denkt, oh nee. Weet je, kijk, want dat zeggen mensen dan, ja, maar ik heb zoveel kinderen en ik kan dat niet. Nou, geloof mij, ik had 4 kinderen, waarvan er 2, 3 ook al op school zaten. Ik reed 60 kilometer heen en weer naar school. Want ik woon in Voorburg en mijn kinderen zaten in Scheveningen, Den Haag op school. En dan voed ik in een draagdoek, want ik moest gezin runnen. Ik had geen tijd om eens even lekker te gaan zitten. Dus dat kind, dat deed het wel.
En ik deed gewoon mijn eigen ding. Wat ik moest doen. Brood smeren, naar school lopen, in de auto, uit de auto, noem maar op. En ik denk dat op het moment dat borstvoeding onderdeel van je leven wordt. Dus gewoon hetzelfde als ademen. Lopen. Ja. Als het zo'n gewoon onderdeel van je leven is dat je niet meer over na hoeft te denken. Autopilot. Dan werkt borstvoeding zoals het moet werken. Maar wat bij ons is dat borstvoeding is heel moeilijk, lastig, speciaal. Je moet ervoor zitten, je moet er kussens voor hebben, je moet er weet ik veel wat allemaal voor hebben. Terwijl ik zoiets heb van, het is gewoon net als ademen. Op het moment dat je erover na gaat denken over ademen, krijg je benauwd. Op het moment dat je erover na gaat denken over lopen, welke spier op welk moment en welk bordje op de grond staat, denk je dat je van 10 meter afstand naar mij kunt komen toelopen? Ik denk niet dat dat gaat werken. Mm-hmm. En dat is wat het zo lastig maakt. Mm-hmm. Dat het niet een automatisme is. En alle gedachten die erbij komen. En heel veel informatie. Ja. En wat tegenwoordig nou zo is, we willen ouders heel graag helpen. Maar ik denk dat het helpen wat heel veel zorgverleners doen. En dan gisteren hadden we dat congres. Zijn er nog heel veel zorgverleners. Ja, maar nou legt iedereen de Zwarte Piet bij ons neer. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar zolang we als zorgverlener een boodschap geven van dat het moeilijk is. En dat kan je ook non-verbaal. Niet alleen maar verbaal. Ook met bevalling eigenlijk. Misschien ook, maar bijvoorbeeld ook over borstvoeding. De borstvoeding komt wat langer op gang. De bevalling is wat moeilijker geweest. Komen we met een kolf aan. Dan zet die moeder die kolf op de borst. Dan komt er niks. Wat denk je dat er met zo'n moeder gebeurt? Ja, verdriet. Die denkt, oh, ik kan geen borstvoeding geven, want er is niks. Dat die kolf plastic op een huid is. En eigenlijk hetzelfde is als tegen je man zeggen, neem een oplaspop als je wil vrijen. Ja, want het is plastic op huid, dat gaat wel niet werken. Ja, en we ons dat niet realiseren, maar er gewoon van uitgaan van, ach, die kolf is hetzelfde als die baby, dus er komt wel melk. En omdat de hormonen dan niet op gang komen. Nee, je hebt geen huid op huid. Je hebt, weet je, het is heel iets anders. Ja, oxytocine en prolactine werkt gewoon veel langzamer. Dus je ziet heel veel mensen die gewoon op dat moment denken, oh, ik heb geen melk. Nou, wat denk je dat er dan vrijkomt, is adrenaline. Onderdrukt acuut die oxytocine. Want ik neem aan dat, hoe heet ze, Marianne, mijn collega, het ook wel heeft gehad over oxytocinefactor. Daar is altijd heel uitgebreid over. Nou, dan onderdrukt dat gewoon. En dan werkt het dus niet. Michel Audin heeft ze. Ja, ook dat. Ja. Ja. Nee, maar wat het ook is, weet je, op het moment dat je adrenaline krijgt, dan heb je een vlucht, vecht en vreeshormoon. Dus alle processen stoppen. In de Tweede Wereldoorlog gingen vrouwen zelf stoppen met bevallen. En gingen pas als het luchtalarm en de veilig weer terug was, gingen ze verder bevallen. Kijk naar poezen. Als jij een poesnestje, die een poes aan het bevallen is, en je gaat iets doen, dan stopt ze gewoon en gaat uren later pas verder. Nou, dat is bij mensen ook als het om bevallen of om borstvoeding gaat. Dus eigenlijk is het gewoon heel belangrijk om, wil je een moeder ondersteunen met borstvoeding, moet je beginnen met haar zelfvertrouwen op te bouwen. Daar moet je mee beginnen. Zelfvertrouwen is het allerbelangrijkste. Dat ze het kan, dat iedereen het kan. Ik had laatst een moeder in een kraambed en die baby die viel gewoon af, terwijl die moeder tandem voelt. Dus ze heeft ook een ander kindje aan de borst, een ouder kindje. En ik had echt zoiets van, kan dat hier is gewoon melk? Het is gewoon raar. Dus ik zei, ja, je moet wat meer huid op huid contact, maar je bent dan toch wel een beetje bang van, je wil niet ondermijnend gaan werken. Want op het moment dat ik zeg van, ja, maar ze valt toch te veel af, het gaat niet goed. Nou, dan is haar zelfvertrouwen weg. Dus ik had al zoiets van, nou, de eerste dag, de tweede dag dacht ik, ja, baby is afgevallen. Het zegt nog niks. Volgende dag zei ik van, joh, hij is gisteren wat afgevallen. Moet even kijken wat het vandaag doet. Maar misschien moeten we dan toch maar wat meer huid op huid contact doen. Het is gewoon belangrijk dat jullie gewoon, want dat andere kindje is er dus ook. Dus ja, nou, fijn. Maar de dag daarna was de baby nog niet aangekomen.
toen had ik wel zoiets van, ja, we moeten nu wel wat gaan doen. Baby was nog niet 10% afgevallen, dus het was nog niet een drama. Maar er gebeurde gewoon iets. Baby had weinig plasluiers. Dus er ging gewoon iets fout. En dat voelde ik. En toen had ik zoiets van, ja, nu kan ik een kolf neerzetten. Nou, ik kende die moeder vrij goed. Geheid dat er niks komt. Helemaal niet. Wat heb ik gedaan? Ik heb wissel laten voeden. Ik heb tegen die moeder gezegd, 7 minuten ene kant, 7 minuten andere kant. Nog een keer 7 minuten ene kant, 7 minuten andere kant. Dan is gewoon de luier weer 7 minuten ene kant, 7 minuten andere kant. En dat nog een keer. Want wat gebeurt er? Deze baby lag daar wel een beetje lekker te tullen. En die vond het allemaal wel leuk. Maar die was gewoon niet actief. Dus alle beetjes melk die er kwamen, vond zij wel genoeg. Nou, door het vaker wisselen, je haalt de baby eraf, dus ja, dat was nog niet klaar, begint hij aan de andere kant weer heel actief te drinken en maakt een inschietreflex. Nou, op een gegeven moment tukt hij weer in, want die baby heeft zoiets van, ja, leuk, maar dan vind je wel weer goed. De baby eraf legt hem naar de eerste kant, gaat hij weer heel actief drinken. Dus op die manier kan je een baby activeren. Of wat we gedaan hebben, compressie. Dus gewoon die melk min of meer spuiten in de borst of in de mond van de baby door compressie toe te passen. En dan zie je dus dat die baby de volgende dag ineens wel gegroeid is. En nu is die baby 5 kilo. Wow, weet je, en het kindje is 7 weken. Dus, maar zodra die moeder ontspande en lekker achterover ging zitten, had die baby zoiets van, nou stop ik toch met drinken. Dus die moeder zat op een gegeven moment echt nog zo te voeden, omdat die baby gewoon in slaap zakte. Ja. En dan zie je dus van, je hebt een aantal keuzes. Nou, in 90% van de gevallen zou de keuze waarschijnlijk geweest zijn van de kraamverzorgende, van ja, dan gaan we toch maar kolven. Terwijl ik denk dat dat dus niet een goede keuze is. Want 1, hou je daarmee de baby van de borst, want je scheidt moeder en kind, want een moeder kan niet kolven met haar kind aan de borst, dus dat kind moet weg. Terwijl ik denk van, die moeder moet veel huid op huid, want dan moeten veel hormonen komen. Ja. Ten tweede, hoe ga je dat aan die baby geven? Ja, je kan eventueel ook nog met een slangetje bij de borst doen, dan hou je nog wel die borstvoeding. Maar heel vaak wordt er dan toch met een vingervoet of met een cupje of met, hoe heet dat, een flesje, uiteindelijk een comafles, uiteindelijk die melk gegeven. Terwijl, dan hou je dus de baby van de borst. Ja, terwijl wat je wil, is en de onzekerheid van de vrouw. Zeg maar. Onzekerheid van de moeder. Want die melk komt vaak niet uit, weet je, dus je haalt de baby van de borst, terwijl je eigenlijk wil dat die baby aan de borst is. En de baby ook ergens, alleen... Ja, ja, weet je, dus dat is gewoon dat je denkt van ja, en dat is wat er gebeurt. En dat zeg ik vaak tegen collega's ook, van stel je voor, je hebt een kind wat niet kan lopen, wat nog nooit gelopen heeft. Ja, nog nooit gelopen. Nou geef ik jouw kind een paar krukken. Wat zeg ik tegen jou als moeder non-verbaal? Jouw kind kan nooit leren lopen zonder krukken. Want hij heeft het niet eens hoeven proberen. Ik heb gelijk die krukken gegeven. Daarmee word je onzeker, zeker als moeder. Nou, wat er nu gebeurt met een kolf is eigenlijk hetzelfde. Ik zie een kolf als de buren hebben hun benen gebroken en die hebben even een paar krukken nodig. Maar die kunnen wel lopen, dus als dadelijk dat genezen is, kan ze gewoon weer lopen. Dus op die manier geef ik een kolf van een moeder als kortdurende interventie. Maar wat er bij een moeder doet is wat anders. Die moeder heeft nog nooit borstvoeding gegeven. Die ziet eigenlijk dat het niet goed gaat met haar kind. Dus die krijgt van mij de boodschap. Non-verbaal, dat bedoel ik niet, maar dat is wat het met haar doet. Mm-hmm. Jij kunt niet zonder hulpmiddelen borstvoeding geven. En dat is wat er gebeurt. Dus die moeder, die wordt onzeker. Dus gaat adrenaline produceren. Begin van het einde. Ja, en dat pikt weer de baby op. En weet je, en daarom, weet je, ik moet het nog even precies uitzoeken, want exact weet ik het niet. Maar er zijn in Den Haag een heleboel huurkolven. En die zijn bijna altijd allemaal uitverhuurd. En ik vermoed, en ik ga binnenkort echt even uitzoeken voor een lezing die ik moet gaan geven, dat het rond de 400 kolven zijn. En we hebben dus rond de 400 bevallingen per maand. En die kolven zijn allemaal uitverhuurd. Betekent dat bijna alle moeders aan een kolf zitten. Is dat ook in verband met werken? Nee, dat is in de eerste weken na de bevalling. Vanaf het moment van bevallen. Ja. Want een huurkolf gebruik je alleen maar in een medische situatie. Dus in de eerste weken. Een koopkolf is echt een kolf voor werken. Maar de huurkolf is echt een kolf, een ander soort kolf. Mm-hmm. Een hele andere soort kolf. Maar dat betekent dus gewoon dat bijna alle moeders aan een kolf zitten. Ja. Dat betekent dus dat bijna alle moeders onzeker zijn gemaakt. En dan zullen er vast 30% tussen zitten die hem gewoon nodig hadden. Vast.
Een moeder met een premature baby, een moeder met een dysmatuur, een moeder met, weet je, een moeder die echt een speciale ding heeft. Tuurlijk heeft hij een kolf nodig. Maar er zitten er dus ook een heleboel tussen die eigenlijk helemaal geen kolf nodig hadden. Waar we het ook op een andere manier hadden kunnen oplossen. Mm-hmm. En ik zelf nu heel veel doe, en dat is nu 1,5-2 jaar, is dat als een baby dus wat aan het afvallen is, in dit geval heb ik wisselgevoed, maar dat ik dus met de hand wat melk uitdruk op een lepeltje. En die moeder dus, want dan ziet ze melk, dus dat, oh kijk, ik heb melk, kijk. Dus die moeder helemaal blij, dus haar zelfvertrouwen dat schiet op. Dus de melk gaat stromen. En dan doe ik het op een lepel. Die zeg ik, joh, geef me na iedere voeding 3 van die theelepeltjes. En volgende dag heb je probleem opgelost. En dat is bij... Nou, bijvoorbeeld kinderen die 7% of meer afvallen. Dat is een, zeg maar, zo'n standaard regel. En dan gaan ze meestal beginnen met bijvoeden. Nou, ik zeg dan van, joh, we gaan lekker een paar druppeltjes op een theelepeltje doen. En we geven 3 theelepeltjes aan de baby. En dat doen we 24 uur. En de volgende dag is de baby aangekomen. Dan kan je het oplossen. Dan kan je het loslaten. Dus en dan hoeft dat niet meer. Heel veel tussenstapjes daarvoor die je kan nemen. Die, voor het grote middel of interventie inderdaad begint. Ja. En dat is, dat is wat ik zie. Want ik ga dus voor mijn collega's ga ik nu ook die lezing geven. Wordt nog een veel uitgezocht, want ik wil exact weten hoeveel kolven er in Den Haag zijn. Maar dan, weet je, dan denk ik van, het belemmert zoveel. Vroeger werd er niet gekolft. Toen hadden we eigenlijk altijd mensen die te weinig melk hadden. En stranden daar op de borstvoedingen. En we hadden toen veel minder mensen die startten, maar wel ongeveer hetzelfde aantal mensen wat in de eerste 2 weken stopte. Of het percentage, niet het aantal, sorry. Mm-hmm. Dus het percentage moeders wat stopt in de eerste 2 weken, is 30 jaar geleden hetzelfde percentage, dus niet het aantal moeders, maar het percentage moeders wat nu stopt. En het rare is, wat we nu zien, is dat we heel veel moeders met overproductie zien. Mm. Die moeders, die zijn niet veranderd. Het is het beleid van de zorgverleners wat veranderd is. Mm-hmm. En zeggen heel veel zorgverleners, ja, maar te veel melk is toch fijn, dan hebben ze toch lekker veel melk, is toch fijn. Dan heb je astma risico borstontsteking, je loopt de hele dag maar met van die harde borsten, met hoofdpijn, een kind wat zich alsmaar verslikt, daar wordt niemand vrolijk van. Hoe komt dat er te weinig is, te veel is? Nou, weet je, tuurlijk, er zijn altijd mensen die te weinig hebben. En er zijn altijd mensen, zullen altijd mensen zijn die te veel hebben. Maar dat zijn 2 uitersten. De meeste moeders hebben gewoon de eerste 3 weken te veel melk. Dat hebben alle moeders. Overal ter wereld, maakt niet uit. Je hormonen gaan zo de pan uit dat er worden gewoon heel veel melk gemaakt. Klaar, dat is gewoon zoals het is. Na 3 weken gaat zich dat vanzelf settelen. Zolang je nou maar gewoon je baby gebruikt. Dus baby's hebben regeldagen, dus die willen dan heel veel drinken. Drinken, drinken, drinken. En daarna heb jij de stuwing. Maar als je dan je baby laat liggen en de kolf gebruikt omdat je stuwing hebt, dan ga je die stuwing dus beklijven. Dus dan ga je steeds meer vragen. Dus wat zegt je lichaam? Ik ga steeds meer maken. Als je baby wakker maakt, zal je baby een paar slokken nemen. Net voldoende om te zorgen dat die borst een beetje soepel blijft. En als je dat nou doet, dus gewoon zorgt dat je iedere keer die baby erbij haalt. Borstvoeding is een relatie. Waarin de moeder 50% inbreng heeft, de baby 50% inbreng. Maar dat betekent niet dat als de baby regeldagen heeft, de moeder alsmaar achter het baby aan moet rollen. En op het moment dat er dan veel melk is en de baby slaapt, dat de moeder kan zeggen, ja, nu moet ik maar kolven. En nou, dan hoeft de baby niet achter mij mee. Nee, dan moet de baby ook met haar mee. Dus dan ga je baby wakker maken. En dan ga je hem vaker even aanleggen. Drink je inactief, drink je een paar minuten, net voldoende om die borst veel soepeler te maken. Mm-hmm. En op die manier zorg je ervoor dat borstvoeding gedaan wordt zoals het bedoeld is. Mm-hmm. Kijk, 70% van de wereldbevolking heeft niet een beschikking over een kolf. Heeft niet een beschikking over allerlei hulpmiddelen. En toch lukt het daar. Ja. Ze kijken niet op de klok. Oh nee, maar hij heeft 3 uur. Nee, maar nee, nu moet hij wakker worden. Of nee, hij mag nog niet, want hij heeft net gedronken. Nee, zij voeden gewoon wanneer zij denken dat het nodig is. En of dat nou vanuit de moeder gaat, vanuit de baby gaat, dat is niet erg. En wat wij doen, is of vanuit de baby, en anders gaan we een kolf pakken. Maar daarmee
maak je dus een relaties. Het is een relatie. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld de borstontsteking wat. Dat kan, ja, maar dat kan eruit voorkomen, maar dat hoeft het niet. Er zijn ook 1001 de moeders met te veel melk lopen grote risico borstontsteking, absoluut. Maar er kunnen heel veel meer redenen zijn om de borstontsteking te krijgen. Vermoeidheid, fout drinken, kloven, noem maar op. Dus dat drukkende handjes. Maar dat was niet zo handig. Maar vooral. Dat er nu dus zoveel mensen zijn die te veel melk hebben. Terwijl we vroeger, 30 jaar geleden, allemaal mensen hadden die te weinig melk hadden. En dan denk je wel van, goh, wij zitten iedere keer aan het uiterste. Of aan het ene uiterste, of aan het andere uiterste. En in 90% heeft dat te maken met wat wij als beleid voeren als zorgverleners. Ja, en de relatie inderdaad, wat dan weer de uitkomst daarop is. Van het beleid beïnvloedt weer het idee over. Hoe je met borstvoeding omgaat, ja. En ook weer op je zelfvertrouwen. En ja. Dus denk je dan dat beleid, dat we daar zeg maar. Ja, onder andere denk ik. Maar denk ook, hoe gaan andere vrouwen ermee om of vriendinnen, dat ook elkaar weer beïnvloedt? Ik denk dat dat elkaar beïnvloedt, maar er zijn gewoon een aantal dogma's in onze hedendaagse westerse maatschappij. En dat is dan een baby hoort te slapen. Een baby hoort te slapen. Een baby die drinkt 20 minuten en dan is hij klaar. Weet je? We hebben gewoon bepaalde ideeën over hoe baby's zich behoren te gedragen. En op het moment dat dat niet werkt, brengt dat ook een hoop onrust en onzekerheid met zich mee. En ook dat veroorzaakt weer adrenaline. Weet je? Dus wij zijn zo onzeker geworden. Het rare is, als je zwanger bent, is er bijna niemand die ervan uitgaat dat het wel eens zou kunnen dat ze veel moeten eten om te zorgen dat die baby in die buik voldoende eten krijgt. Nou, de meeste mensen zullen er wel van uitgaan dat lijf dat wel goed zal regelen. Mm-hmm. En dat kunnen we niet op het moment dat het borstvoeding is. Want dan willen wij controleren hoe het moet. Ja. En dat is eigenlijk, en dat is een stuk ook ouders van hun kinderen. Want ik ben, mijn oudste kind is 36 en toen was ik en geabonneerd op Ouders van Nu en Kinderen. En op Ouders van Nu en op Kinderen. En ik kreeg ook nog een blad wij. En wat je ziet is dat je overal leest over slaapproblemen en over eetproblemen. Ja, terwijl huilbaby's. Huilbaby's, maar die horen dus ook weer bij de slaapproblemen. Mm-hmm, ja. Terwijl ik denk van, misschien moeten wij gewoon eens als westerse maatschappij kijken, wat is nou normaal? Wat is nou normaal? En ik denk dat 75% van de wereldbevolking doet het echt anders dan wij. Die dragen hun kinderen, slapen met hun kinderen en hebben dus echt veel minder problemen. Ga maar eens met Afrikaanse mensen praten, hoe het daar gaat. Ga maar eens praten met Marokkanen. Dat was heel grappig, dat ooit een keer, dat was heel leuk. En twee Marokkaanse zussen aan mijn tafel. En over slapen, allemaal dat soort dingen. Over borstvoeding, over slapen. En op een gegeven moment zeiden ze van, ja, we komen bij het consultatie, maar daar zeggen we niks. Zeggen we helemaal niks. Want ja, wij slapen met onze kinderen. En dat mag niet van hun. En toen had ik echt zoiets, en dat klinkt misschien heel raar, en ik hoop niet dat ik mensen nu voor hun voeten stoot, maar wij zijn natuurlijk mensen zijn natuurlijk heel bang voor discriminatie. Dus als jij iets fout zegt, loopt gauw wel iemand te denken van, goh, hè, is dat discriminatie? Maar alle kleuren mensen krijgen op het CB allemaal hetzelfde advies. En dat is ons westerse advies. Kinderen in een eigen bed, apart bij moeder. En weet je wat ik dat vind? Discriminatie. Want daarmee zeg je dat alle andere culturen ter wereld het niet juist doen. De enige juiste manier is waarop wij het doen. Terwijl ik denk van, wat weten wij nou? Denk ik van, misschien is het juist wel zo. Kijk, tuurlijk, wiegedood zal daar misschien voorkomen. Dat zou kunnen. En misschien moet je daar aanwijzingen in doen hoe je het veiliger kan doen. Weet je? Er zullen best een heleboel dingen zijn die ook aanpassingen kunnen geven. Maar ik kan mij niet voorstellen, als een driekwart van de wereld het anders doet dan onze manier, dat die manier niet goed is.
Dat kan ik me niet voorstellen. Mm-hmm. Want ik echt denk van... En daar loopt borstvoeding wel, ja, tenzij mensen ondervoed zijn. Ja, ja, maar goed, dat zijn dan medische kwesties. Ja, dus het is meer vanuit de angst voor de wiegedood dat het beleid op dat stuk is veranderd, waardoor we dan... Ja, waar het samen slapen is veranderd. Ja. Ja. En dat is... Weet je, dat heeft natuurlijk gevolgen in een heleboel dingen. Want slaapprobleem is eigenlijk altijd ook al geweest, hoor. Ook al voor de wiegedood, weet je. Ons idee, eigenlijk is het zo dat als je heel ver terugkijkt, dan kijk je naar Semmelweis. Dat is de meneer die het handenwassen naar voren heeft gehaald, weet je. En die is begonnen met moeders en kinderen te scheiden. En waarom was dat? Omdat als vrouwen dus... kraamvrouwenkoorts kregen, ja, dan werden hun kinderen vaak besmet. Dus op het moment dat ze gingen handen wassen, om te zorgen dat die vrouwen geen kraamvrouwenkoorts kregen, gingen ze ook die kinderen apart zetten. En toen kwamen de bakerpaardjes erin van verwennen en kinderen horen te slapen. En toen kwamen al die dingen erin. Hmm. Weet je? Dus ik denk ook dat het een stuk van cultuur, een stuk, ja... Ja, een soort van mijn moeder deed dat zo, dus ik doe dat ook zo. Iets in een soort traditie. Ja, een soort traditie. En dat is, ja, ook al wat je al eerder zei, van ja, iedereen denkt dat hij het beste doet. En daar ga je, ja, altijd van uit. En dat, ja, ja, dat dit het beste is voor je kind. En dat is eigenlijk wat je inderdaad nu aankaart. Van wat is logisch, wat is normaal? En om daar nog eens over na te denken voor alle eigenlijk... Dingen die je normaal gesproken altijd als vanzelfsprekend beschouwt. Maar dat is denk ik inderdaad het wat is normaal vanuit een baby gezien? Ja, of de behoefte inderdaad. Ja, waar ja. Komt, wat is de biologische behoefte of biologische blauwdruk waar een kind mee ter wereld komt? En dat klopt dus niet met onze verwachting. En dat is een hele lastige. Mm-hmm. Want wij zijn inmiddels hartstikke cultuur. Weet je, je hebt een klok, je hebt een agenda, je hebt een heel veel te doen. Denk ook dat het voor moeders in deze huidige maatschappij ook heel lastig is. Kijk, ik ben nog van de generatie, ik werk wel, maar ik ben heel lang ook thuis geweest met mijn kinderen. Dus ik kon er ook heel makkelijk zijn voor mijn kinderen. Ik hoefde mijn kinderen niet weg te brengen. Tegenwoordig, ik heb wel een tijdje gewerkt ook dat ik met een vriendin uitwisseling deed. Zij mijn kinderen, ik haar kinderen. Dus dat was ook nog wel handig. Maar tegenwoordig, weet je, je moet 's morgens naar je werk, je moet een huishouden rooien, je moet zoveel dingen, dat ik denk dat het latje voor heel veel vrouwen ook wel heel hoog ligt. Mm-hmm. En ja, dat je op alle vlakken het beste moet presteren. En dan is borstvoeding een latje van wat het beste is. Want dat is dus ook nog zo, als je kijkt van wat iedereen zegt, borstvoeding, ja, dat is het beste voor je kind, het gezondst. Warm, gezellig, goedkoop, gezond en hygiënisch kan je allemaal met fles. Kan ik allemaal zo weer leggen. Warm kan die fles prima warm maken. Goedkoop in Nederland kun je gewoon, kost kinderen gewoon geld. Klaar. Hygiënisch kan in Nederland die fles heel hygiënisch klaarmaken. Gezellig. Geloof mij, met een fles kan je ook heel gezellig een kind opvoeden. Wat was het laatste dan? Nog iets vergeten. Warm, gezellig, gezond, goedkoop. Ja. Oh, en gezond. Nee, gezond, zei ik. Die heb ik nog niet gehad. En gezond. Als ik iedere dag ga zwemmen of fietsen, is het ook gezond. Maar dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks. Alle vijf die opmerkingen over hoe goed borstvoeding is, zijn eigenlijk dooddoener. Te weerleggen weer, ja. Ja, en, maar kijk, als je het echt hebt over gezondheid van moeder en kind, dan is borstvoeding norm en eigenlijk niet de beste. Want als je het beste hebt, ja, stel je voor... Je koopt een paar laarzen. En dan is de beste, is, vind ik veel, Sandra's. Ja, die zijn wel €389. Die van Manfield lijken er bijna wel heel veel op. Kopen we die toch? Goed is goed genoeg. En dat kun je met borstvoeding niet zeggen. Je kan niet zeggen, borstvoeding is het beste, dus de flesvoeding is goed genoeg. En dat is wat wij doen. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Terwijl eigenlijk zou het zijn van... Borstvoeding is de norm, dat is gewoon. En flesvoeding is een mindere variant. Ja, dus dan switch je echt gewoon de mindset of het idee over... Dat het gewoon echt een, ja, een, dat het gewoon een mindere, ja, ja, een mindere variant is. Kijk, jij zal ook niet gauw iedere dag een magnetronmaaltijd eten. Je hebt er absoluut...
Ik ben er heilig van overtuigd dat je heel veel suikers en dat soort dingen krijgt. Maar ik ben er ook heilig van overtuigd dat er ook nog wel enige voedingswaarde in zit. Of het nou zo gezond is. Maar goed, dood zou je er niet aan gaan. Althans, niet direct. Je zal niet ter plekke neervallen. Mm-hmm. Dat is met flesvoeding ook zo. Kunstvoeding. Ja? Je kan erop overleven. Maar de borstvoeding is de norm. Mm-hmm. En wat is het allerbelangrijkste in de borstvoeding? Er is weinig allerbelangrijkste te vertellen, want het is de norm. Dus er is geen allerbelangrijkste. Nee, ja, ik bedoel, ik begrijp wat je bedoelt, maar in de zin van, ja, wat is de kern? Is het zeg maar de relatie tussen moeder en kind? Of is het het immuunsysteem? Het is allemaal ontzettend belangrijk natuurlijk, maar... Ik vind dat een hele lastige vraag. Ik denk dat als je heel... Kijk, de hechting tussen moeder en kind, de band, dat kun je ook met een fles voor elkaar krijgen. Kijk, natuurlijk zul je daar heel veel moeten investeren. En dan denken mensen, ja, je kan het gewoon je kind op schoot nemen. Met een borst heb je gewoon huid-op-huid contact. Wat je gewoon niet hebt met een fles. Je gaat niet iedere keer je kleren uittrekken. Dat is gewoon zo. Plus dat je kunt je kind niet zo dicht bij elkaar houden. Want er zit een fles tussen. Dus ik denk dat als je echt zegt van ik wil dezelfde hormoonstrekking hebben bij mijn fles als bij de borst. Dat als je daar heel veel moeite voor doet, dat misschien wel lukt. Ik weet niet of dat niet zou lukken. Ik vind dat ook wel een hele moeilijke om dat te zeggen. Van nou dat ik weet dat bijvoorbeeld zelfs bij kinderen die afgekolfde moedermelk in de fles krijgen, de darmbacteriën anders zijn dan van kinderen die dezelfde melk aan de borst drinken. Mm. Omdat ze met dat in de mond op de huid van de moeder zitten, ook andere bacteriën binnenkrijgen. Dus eigenlijk hebben we te weinig kennis om eigenlijk dat volledig, dat plaatje... Ik denk dat je daar niet kunt zeggen van dat is het belangrijkste of dat. Het is gewoon een compleet plaatje. Ja. En ja, weet je, ik denk gewoon dat iedere moeder moet kijken wat voor haar belangrijk is. Dat allereerst is. Maar ik denk wel, en dat is het allerbelangrijkste, dat vrouwen zich zouden moeten informeren. En dan niet een 2 uur durende cursus waar gezegd wordt van hoe leuk borstvoeding is. Want dat kan je op alle plaatjes, overal. Zoek een blad en je ziet een mooie moeder die aan borstvoeding geven. Allemaal mooie plaatjes. Maar eerlijke informatie. Eerlijke informatie van inderdaad, hè, je kind komt ieder uur. Wat is daar de reden van? Dat heeft met receptoren aanmaken. Dat is veel te lastig om dat allemaal uit te leggen. Ja, maar het heeft te maken dat in de eerste 6 weken een baby gewoon de hele dag wil drinken. Om te zorgen dat hij zijn melkproductie veilig stelt voor na 6 weken. Geef je dan een fotbeen, dan belemmer je dat. Weet je? Dus, en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat vrouwen zichzelf informeren. Door gewoon een goede cursus te volgen. Ja, jullie bieden cursussen aan. Wij bieden een cursus. Borstvoeding de beste start. Er zijn nog meer slaapkindje, slaap, workshop, kleur in zwangerschap enzovoort. Is dat ook waar vrouwen dit soort informatie... Kleur in zwangerschap is dan net iets anders. Ja. Maar net als slaapkindje, slaap, kijk je van... Hè, mensen denken dan, oh, we gaan leren hoe we ons kind in slaap moeten maken. Wat ik probeer uit te leggen van, hè, waar komt je kindje mee? En van daaruit kijken van welke mogelijkheden, en dat gaat heel soms... Soms heb je 3 paren zitten en dan gaat het echt per paar bekijken wat voor hun eventueel van hè, een optie zou kunnen zijn. En door met elkaar te praten, komt ieder ouderpaar vaak zelf op zijn eigen oplossing. Borstvoeding beste start, dat is denk ik echt als je borstvoeding wil gaan geven, dat is 6 uur. En dan denken mensen, oh, cursus van 6 uur, oh wat veel. Geloof mij, mensen bereiden zich voor op de bevalling. Vaak door middel van 8 of 10 avonden van ongeveer 2 uur per keer. Dat zijn ongeveer 20 uur. Nou, een bevalling mag in het ergste geval 36 uur duren. Maar daarna is het echt over. Over borstvoeding
rijden ze zich niet of nauwelijks voor. Terwijl, schrik niet, de eerste 6 weken ben je 600 uur bezig met borstvoeding geven. Zo. Dat is wel even wat anders. En geloof mij, als je dan pijnlijke tepels hebt, word je echt niet blij. En ik denk dus dat als je dan ook niet weet wat je kan verwachten, en de baby alsmaar helpt, stel die wel, want dat is een van de dingen. Bijvoorbeeld zeggen mensen van, ja nee, mijn baby had te weinig, daarom ben ik op de fles overgegaan. Dan vraag ik van, ja, maar waarom merk je dat nou? Waar zie je dat nou? Ja, nee, hij huilde. Ja, maar kwam niet voldoende aan. Oh ja hoor, hij kwam meer dan voldoende aan. Had hij voldoende plassen en poepluiers? Ja, meer dan voldoende. Had je kindje dan te weinig eten? Ja, maar hij huilde. Ja, maar dat zegt niks. Huilen van de baby zegt helemaal niet dat hij te weinig eten. Je moet het hele plaatje zien. En dat is wat ik ouders leer van waar kijk je naar? Waar kijk je naar? En een baby wil ieder uur drinken. Ja, dat is om zijn melkproductie veilig te stellen. Dus er zijn veel meer dingen die ervoor nodig zijn. En als je als moeder zijnde weet en als ouders zijnde. Want het leuke is dat de meeste vaders vinden de eerste les altijd heel erg leuk. Want dan gaat het echt over anatomie, fysiologie, samenstelling van moedermelk. Hoe werkt het? En dan is er iets van, nou weet ik hoe het moet. Want kijk, mannen willen heel graag jou helpen oplossen. Maar als zij niet weten hoe ze het op moeten lossen, om de eenvoudige reden dat ze de kennis er niet over hebben, ja, dan is het toch de enige oplossing de fles. En niet dat zij die borst niet willen, maar ze willen helpen oplossen. En dat is denk ik van, de kennis moet omhoog. Weet je, net zo goed als dat verloskundige vrouwen adviseren om een aanstaande oudercursus te volgen, over zwangerschap, bevallen, om daar zich voor op het voorbeeld te bereiden, denk ik dat ze eigenlijk moeten zeggen, iedere moeder zou minimaal 6 uur durende cursus moeten doen. Zodat ze gewoon de informatie hebben. En dat is wat ik denk. Mm-hmm. Wauw, wat een ontzettend veel informatie, maar dat is echt, ik zou versteld in de zin van wat veel kennis en ervaring heb je opgebeld. En hoe mooi weet je dat allemaal te verwoorden en mee te brengen. Dat bewijst van enorm veel praktijkervaring. En ook ingelezen te hebben over het onderwerp. En vooral je passie. En ja. Dat is echt fantastisch. Dankjewel. Ik vind mijn vak geweldig. We hebben nog niet eens over natuurlijke kraamzorg gehad. Maar ook wel weer indirect. Want je gebruikt ook daarin in die eerste weken. Ja, maar ik gebruik dat ook in het kijken naar kinderen. Wat je er straks zei, van wat brengt een kind mee? Wat heeft een kind nodig? Ja. En dat is echt wel vanuit de natuurlijke kraamzorg. Dat zijn echt dingen die ik daar geleerd heb. Van wat brengt een kind mee? Wat heeft hij nodig? Ja, dus dat ook nog dat aspect een beetje mee te nemen. En om het nog om een soort bepaald geheel samen te vatten. Er zitten zoveel aspecten aan alles. Maar wat is in al die jaren het meest belangrijke wat je hebt geleerd? Je hebt al een aantal dingen benoemd. Als je dat nog heel concreet kan maken. Heel concreet wil maken. En hoe zou je dat naar de toekomst, naar de komende 5 jaar nog willen inbrengen? Dus eigenlijk 2 vragen zijn dit. Uh-huh. Wat ik het meest, wat me steeds meer verbaasd heeft, is om te zien hoe belangrijk die moeder-vader-kindrelatie is. Weet je, hoe dat de basis is voor ons aller leven. We willen gewoon een empathische maatschappij blijven houden. En als je nu al ziet hoe individualistisch mensen zijn, denk ik van, wil je zorgen dat je als maatschappij goed blijft draaien, een goede economie hebt. Denk je van, economie, wat heeft dat ermee te maken? Maar als je goede, empathische mensen hebt die zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij als geheel, heeft dat effect op je economie. Want dat zijn mensen die gaan werken, mensen die, belasting betalen, maar ook mensen die andere mensen helpen in de zorg later. Ik denk dat als je daarin investeert in de eerste 4 jaar, dus inderdaad die basis leggen, zodat een kind zich veilig voelt, geliefd voelt, maar ook voelt dat hij zijn mag wie hij is. Dat hij goed is zoals hij is. Want daarmee bouw je zelfvertrouwen van kinderen op. En daarmee bouw je dus zelfvertrouwen van mensen op. En dat is eigenlijk de kern. Ik denk dat wil je een mooie maatschappij hebben. Ja? Ja, investeer. Investeer in de empathie, de hechting met kinderen. Ja, waardoor je zelf verandert, maar ook Je kind.
Ja. Dus het is niet alleen het kind, het is je neemt jezelf mee. Volledig. De hele maatschappij past in elkaar. En ieder ding is een radertje, zeg maar, wat aan elkaar vastzit. En dat is echt dat ik denk van, wat ik ook er straks even tegen je zei, dat ik dan hoorde van iemand waarvan het kindje dan uit huis geplaatst was. En dat ik dacht van, nu wordt ze gescheiden van haar moeder, maar dat betekent dat ze beschadigd is. Voor de rest van haar leven. Weet je? En dat is dat ik denk van, wil je onze maatschappij gewoon gezond houden, dan is investeren in kinderen het meest belangrijke wat je kan doen. En bewustzijn over hoe doe je dat. Hoe doe je dat? Ja, en die hechting. Ja. En weet je, heel veel kinderen zitten nu achter een iPad en zijn met virtuele dingen bezig. Maar weten niet wat het is om vriendschappen te sluiten, om samen te werken, om... Weet je, dan denk ik, ja, maar dat wordt wat lastig later. Mm-hmm. Ja, en dat is niet zo makkelijk weer aan te leren. In dat nee. En waar zou je de komende 5 jaar voor willen, op willen richten? Of heb je nog een droom wat je wil verwezenlijken? Ja, ik hoop dus dat ik met dit centrum, dat we daar uiteindelijk een mooie stichting van kunnen maken. Dat is, en dat ik eigenlijk... op meerdere gebieden en niet alleen maar op het gebied van waar ik nu werkbaar ben, maar ik heb meerdere ideeën en meerdere dingen waarvan ik denk, oh, dat zou zo mooi zijn als ik daar wel mee kan. Bijvoorbeeld echt meer kan doen met hechting van kinderen aan hun ouders, maar op een heel breed gebied. Dus niet alleen maar in de kraamweek, niet alleen maar voor mensen die het kunnen betalen, want dat is vaak bij lactatiekunde nog een probleem. Het is niet in de zorgverzekeraar opgenomen. Daar ga ik me niet sterk voor maken. Dat is niks voor mij. Nee. Maar bijvoorbeeld, weet je, ook de mensen die het niet kunnen betalen, de mensen die in een moeilijke hoek zitten, dat het daarvoor beschikbaar zou komen. Of dat daar meer bewustzijn voor komt van dat wil je de maatschappij veranderen, zul je ook daar die hechting moeten bevorderen. Ja, wat inderdaad van als je niet de financiële middelen hebt, op een andere manier dat toch weten te bereiken. Ja, daar is het, weet je, dan daar heb ik wel ideeën voor. Over, ja. En dan zeker in problematische relaties van ouders en kinderen die verstoord worden. Het zou heel mooi zijn om daar echt, en dan, ja, als je het bijvoorbeeld dan hebt, hè, omdat ik dat van de week dan tegenkom en over jeugdzorg, denk ik, oh, daar zou de kennis moeten zijn over hoe belangrijk die hechting is, dat je daar andere dingen voor hebt. Ja, weet je? De samenwerking ook tussen de maatschappelijke werkers en de... Ja, dan denk ik echt van, daar zou zoveel meer mogelijk kunnen zijn. Alleen ja, dat is dus wel, of ik dat over 5 jaar bereik, weet ik niet hoor, want dat is wel een hele lastige, omdat, weet je, de maatschappij is nog niet toe aan hoe belangrijk die hechting is. De maatschappij kijkt nog meer van, zijn kinderen, worden kinderen goed verzorgd, hebben ze een schone luier, hoe heet dat, krijgen ze hun eten op tijd, worden ze op tijd in bed gelegd, hebben ze op tijd slaap. Maar dat zijn praktische zaken, weet je. En ik heb dus heel veel dingen gelezen ook, en dan lees je bijvoorbeeld rapporten van vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat kinderen echt overleden. Niet omdat ze niet voldoende te eten kregen, geen schone luier, geen mooi bedje, dat ze niet op tijd in bed werden leggen, maar dat die hechting er niet was. Dat er geen hechting was met een zorgverlener. En dan denk ik van, nou, zeker voor dus die mensen die in valkuilen zitten, hè, waar jeugdzorg instapt en dat soort dingen, denk ik van, oh, daar gaat zoveel fout. Ja. Dat zou zo, daar zou ik, weet je, maar dat is weer een nieuw idee wat ik dat krijg. En denk, ach, misschien komt dat nooit nog eens op een pad. En misschien ook niet, want ik ben inmiddels al 59, hoor. Wauw, respect. Dus of ik dat nog... Maar dat, denk ik van dat, die mensen, weet je... Mensen zijn zich niet bewust hoe belangrijk de emotionele en veilige basis voor een kind. En dat ligt niet in de schone luier. En die ligt niet op tijd in bed liggen. Dat ligt je veilig voelen. En dat om even terug te komen op slapen. Wanneer kan je slapen? Ja, wanneer je je veilig voelt. Juist. Dus wat is belangrijk voor kinderen? Dat ze zich veilig voelen. En heel veel kinderen voelen zich in hun eigen bed niet veilig. Voelen zich veilig, vertrouwd bij een volwassene. Ja, wat logisch is, want ze zijn nog niet... Zij kunnen zichzelf niet verdedigen. Ik bedoel, dat kunnen ze niet. Ja. En die hele kleintjes kunnen niet eens zelf naar de kraan lopen om een beker water te pakken.
Nou, dankjewel voor je wijsheid. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is echt heel leerzaam. En ik hoop dat heel veel vrouwen dit mogen luisteren. En ook partners en mannen. En, ja. Oh ja, bedankt. Ik hoop dat het, dat mensen er wat aan hebben. En mochten er vragen zijn, dan zijn ze altijd van harte welkom. Ja, we zullen de contactgegevens achterlaten, maar in ieder geval de website. De website waar geven ze op jou kunnen vinden. Ja, sowieso. Maar weet je, ik ben ook heel veel beschikbaar, dus wat dat betreft. Helemaal goed. Oké.